Goed, volgens mij zijn we allemaal binnen. Dan open ik de vergadering. Zijn er mededelingen? Wij hebben ze niet. Geen mededelingen. Dan stellen wij bij punt 2 de agenda vast. Zijn er wijzigingen op de agenda? Geen wijzigingen op de agenda. Dat brengt ons bij punt 3, dat is spreekrecht. Er heeft zich één inspreker van tevoren gemeld. Dat is meneer Post, omwonende van de Pol. Zijn er meer insprekers vanavond? Dan kunnen die zich nu nog melden bij mij of bij de griffier. Niet? Dan geef ik bij deze graag het woord aan meneer Post. Dank u, voorzitter en geachte raadsleden. Ik sta hier nu voor de tweede keer. Weer een oriënterende ronde. De vorige maal ging het met name over de aspecten van de handhaving. Naast een stukje ruimtelijke ordening. Ik heb toen ook gewezen op het feit dat een beroepsrechtsprocedure aanhangig was bij de rechtbank in Zwolle. Inmiddels is daar een vonnis in gewezen. En wij moeten, ik praat mede namens de bewoners van de Pol in Balkbrug. Wij moeten aan de hand van het vonnis vaststellen dat de rechtbank, evenals de commissie bezwaarschriften in eerdere instantie, namelijk op 20 april 2016, wederom tot de conclusie komt dat de gemeente feitelijk verplicht is om een algemeen eigen en wellicht ook onafhankelijk onderzoek in te stellen naar hetgeen zich allemaal voordoet aan de Pol nummer 1a. Het is bijzonder om te constateren dat de rechtbank aan de hand van het volledige dossier, zoals we dat hebben opgebouwd vanaf mei-juni 2012, tot de conclusie komt dat de gemeente toch wel ernstige steken heeft laten vallen in de voorbereiding. In feite is het zo dat de gemeente een zonder enige lijn voorafgaand onderzoek heeft gemeend dat op de locatie de Pol 1a het legaliseerbaar circuitvergunbaar zou zijn om een grindwasrecyclingbedrijf op te richten en daarvoor bouwvakken te vergroten en een milieucategorievergunning te verhogen. Dat standpunt aannemende betekent wel dat je vanuit die positie makkelijk daar naartoe kunt redeneren. De rechtbank die heeft evenwel een volledig andere invalshoek. De rechtbank, en ik vind dat toch wel van belang om even enkele saillante rechtsoverwegingen te benoemen. Door in het handhavingsverzoek benoemde aspecten betrekkelijk tot het handelen in strijd met voorschriften van ruimtelijke ordening, tevenziende op het kappen van de bosval ten onrechte buiten beschouwing te laten, heeft het college het bestreden besluit niet zorgvuldig voorbereid. Rechtsoverweging 4.1. De inrichting is geheel zonder vergunning in bedrijf. Rechtsoverweging 6.3. Voor een zorgvuldig oordeel met betrekking tot de vraag of sprake is van een concreet zicht op legalisering, is vereist dat eerst een volledig beeld bestaat van de omvang van wat gelegaliseerd moet worden. Gevolgd door de vaststelling in rechtsoverweging 6.4 dat een volledige inventarisatie van wat thans plaatsvindt ontbreekt. Rechtsoverweging 6.5. Het college dient zich alsnog een beeld te vormen van wat feitelijk plaatsvindt en vervolgens na te gaan of alles wat binnen de inrichting gebeurt ook daadwerkelijk gelegaliseerd kan worden. Waaronder ook een onderzoek valt naar de milieutechnische gevolgen. Dat is altijd het standpunt dat de bewoners hebben aangehangen. Rechtsoverweging 7.1. Ook voor wat betreft andere activiteiten dan die werking hebben van de inrichting, heeft het college zich geen duidelijk beeld gevormd van wat exact plaatsvindt. Waaronder de gerealiseerde bouwwerken en wat reeds heeft plaatsgevonden, zoals de kap van de bosval. Nog is er een duidelijk beeld gevormd hoe een en ander juridisch moet worden gekaderd. In feite wordt met deze uitspraak de klok volledig teruggezet. En ook terecht trouwens, hoor. Want er moet gewoon eerst een onderzoek worden ingesteld naar dergelijke activiteiten voordat je iets vergunbaar acht. Ja, het is dan ook aan de Raad om in dit verband al preliminaire vragen te stellen en niet achteraf te gaan reageren op ideeën. Ja, het moet zo zijn dat als je een plan, een project ontwikkelt, dat er eerst wordt nagegaan of het legaliseerbaar is, daadwerkelijk, en wat er moet worden gelegaliseerd. Wat de rechtbank hieruit maakt, laat eigenlijk geen spaanheel van het beleid wat er dus vergevoerd is. Het is overigens ook zo dat, dat er feitelijk sprake is van illegale activiteiten, maar dat hebben we al gezegd. Maar waarop dat is gebaseerd vanuit een perspectief van ruimtelijke ordening, is ons als bewoners nog immer een raadsel. Ja, het is ook duidelijk dat er ten aanzien van het principebesluit, want dat moet er dan kennelijk ergens zijn, om Jacobs inmiddels zijn gang te laten gaan, dat er totaal geen schriftelijke stukken van zijn. Dat is ten overstaan van de rechtbank met een afzonderlijk cijfer overigens ook bevestigd namens het college. Eigenlijk begrijpen wij niet waarom dit plan op dit moment en met deze uitspraak en met de uitspraak van de commissie bezwaarschrift in stemming wordt gebracht. In ieder geval is het zo dat als het college zich daar niet toe geroepen voelt, dan lijkt het ons als bewoners dat de Raad
zich in ieder geval toch een aantal vragen zal moeten voorleggen. En in ieder geval zich zal hebben af te vragen dat er een aantal vragen zijn die zonder meer beantwoording behoeften. Ik wil erin niet liberatief zijn, maar er zijn een aantal vragen die ik op dit moment al kan voordragen. En dat zijn de volgende. Is er bij uitbreiding van activiteit en toegenomen verkeersintensiteit voldoende gewaarborgd dat er voor bereikbaarheid en ontsluiting geen extra gevaarzetting ontstaat op de N377? Er zijn nu op dit moment, gemeten over een afstand van 450 meter, daar te plaatsen, 6 ontsluitingen. Hoe verhoudt zich het toestaan van het wassen van verontreinigd dakgrind, het produceren van betonblokken en het uitbreiden van bouwvlakken zich met het tegengaan van versnippering van economische bedrijvigheid? Ik verwijs naar Kaartingenveld, wat tot op heden nog steeds voor een groot deel braakliggend is. Wat zijn concrete milieutechnische gevolgen van de gevraagde activiteit in zijn algemeenheid en voor bewoners in de directe nabijheid het graas- en melkvee in het bijzonder? Nu het toestaan van die hogere milieucategorie, en dat is ook door de gemeente aangegeven, een zwaardere belasting voor de omgeving zal zijn voor wat betreft geluid, stof en gevaar. Dient extra hinder in de vorm van geluid en stof te worden voorkomen in de omgeving van een wegterzee dat volgens de provinciale geluidskaart als paars is ingekleurd. Schadelijk, zowel mentaal als fysiek voor de mens. Dat is gebaseerd overigens op Europese normen. Past een industriële bedrijvigheid op een locatie die grenst aan beschermde natuurgebieden? Is de locatie in pasbaar te achten in een ruimtelijk landschapskader? Welke bouwkundige voorzieningen zijn minimaal vereist en zijn deze realiseerbaar? Zijn die gerealiseerd? Is een handhavingsinstrumentarium effectief en adequaat inzetbaar? En dat laatste is ook heel erg van belang, omdat bewoners tot op heden nog steeds worden geconfronteerd met die illegale bedrijfsactiviteiten. Er wordt volop gewassen, er wordt volop grind aangevoerd. En dat heeft zich laatstelijk met een enorme stofwolk laten culmineren. En dat was op vrijdag jongsleden op plusminus 20.15 uur onder getuigen waargenomen. Meneer Post, mag ik u vragen uw bijdrage te concluderen? Ik wil graag concluderen en ik hoop dat de Raad dan haar verantwoordelijkheden ook in het maatschappelijke kader van zorgvuldigheid wil nemen. En dat men in ieder geval die vragen die hier net zijn voorgelegd en die ik niet als limitatief heb bedoeld, dat men die ter harte neemt alvorens tot een besluit te komen. Als er nog vragen zijn, dan ben ik uiteraard van harte genegen om die te beantwoorden. Als u daarvoor nog even wil blijven staan, zijn er vragen voor meneer Post? Meneer Rodermond? Meneer Bak? Meneer Rodermond? Dank u wel, voorzitter. Meneer, u noemt een aantal zorgpunten van de omwonenden, van uzelf ook, neem ik aan, met betrekking tot verkeer, milieugezondheid, landschapskwaliteit. Mocht het in de beraadslaging zover komen dat die zorgen A worden geuit door de Raad, maar ook naar tevredenheid worden beantwoord door het college, kunt u dan leven met dit bedrijf op die locatie? Nou, ik kan daar niet mee leven, omdat ik weet, wij hebben wel onderzocht wat er allemaal zich bevindt in verontreinigd dakgrind. En daarom kun je dat niet met een goed fatsoen mee leven. En dat is ook iets wat ik eigenlijk verwijt dat tot dusver eigenlijk nog nooit gedaan is. Aanvankelijk hebben wij aangegeven aan de hand van onderzoeken die we zelf hebben gedaan bij een collega bedrijf, dit en dit is aan de orde. En daar werd van gezegd, nee, het zit er niet in. Het kan erin zitten, maar het zit er niet in. Men heeft toen toevoeg genomen tot grind verontreinigd met teer en bitumen. Maar daar zouden dan wel die schadelijke stoffen in zitten. Maar ik kan u verzekeren, ook aan de hand van de rapportages die zich in het dossier bevinden, dat ook in verontreinigd dakgrind allerhande pakstoffen en zware metalen bevinden. De stort die heeft plaatsgevonden in metalen liet 19 maal de interventiewaarde van wat normaal te achter is zien. Dat is vastgesteld aan de hand van monsternemingen. Dus het is voor mij een duidelijke zaak dat soort dingen zich. Eigenlijk hoort zo'n bedrijf helemaal overkapt te zijn met zuiginstallaties en noem maar op. Ik maak ook ernstige zorgen trouwens, maar dat heb ik helemaal verder zelf niet mee te maken. Maar ik vraag me ook wel eens af hoe het is met het personeel wat daar werkzaam is. Wordt die wel voldaan aan de regelgeving uit de arbeidsomstandighedenwetgeving? Voldoende beantwoord, ja. Meneer Bak? Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik had dezelfde vraag als de heer Rodermond. Nog één toevoeging en opmerking richting u. U vraagt of wij het verhaal zorgvuldig willen behandelen. Nou, ik kan u zeker dat we dat zullen doen. En het antwoord op mijn vraag heb ik al gehad van meneer Rodermond. Dank u wel. Ik wil misschien nog opmerken. Ja, wij hebben op zich geen bezwaar tegen een kleinschalige bedrijvigheid zoals die nu al is gerealiseerd in het bestaande bestemmingsplan.
Maar een dergelijke grindwasactiviteit en Sarrische industrialiteit, die hoort daar gewoon niet thuis. Volgens mij was uw verhaal helder, meneer Bos. Dank u wel. Voor uw dank bijdrage. Wilt u van mij op het knopje drukken? Ja. Dan komen wij bij agenda punt 4 en dat behelst hetzelfde onderwerp. Vaststelling, bestemmingsplan de Pool 1A te Balkbrug. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Rodermond. Meneer Rodermond. Voorzitter, mag ik zo brutaal zijn om te vragen of de heer Bak even voor mij kan? Mijn opmerkingen zijn aanvullend op die van hem, heb ik het idee. Oké, maar dan ga ik eerst naar meneer Odink, omdat ik heb begrepen dat meneer Bak namens een hele groep spreekt en meneer Odink voor één fractie. En daarom mag meneer Odink nu eerst. Daar wil ik toch even protest op maken, omdat met name juist het feit dat de heer Bak voor het grootste deel van de fractie spreekt. Ik wil graag het verzoek van de heer Mulder ondersteunen, als dat mag, mevrouw de voorzitter. Ja, dat mag. Maar de voorzitter bepaalt de volgorde waarin de bijdragen geleverd worden en ik geef meneer Odink graag eerst het woord. Dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad zo dat op dit dossier wij ervoor gekozen hebben om zelf het woord te voeren. Er is op een gegeven moment in de oriënterende ronde sprake geweest dat er een dermate groot aantal vragen zijn geweest op basis van dit dossier, dat het goed leek om bij elkaar te gaan zitten en ook zeg maar, vragen gezamenlijk te formuleren, ook bezoeken gezamenlijk te gaan brengen. Maar uiteindelijk hebben we ook gezegd als fractie dat we zeg maar, zelf in de oriënterende ronde onze accenten willen leggen. Dat betekent niet dat ik op alle onderwerpen, en de onderwerpen die zijn met name zeg maar, op het onderwerp overkapping, milieucategorie, dat we daar alles van gaan vinden. Ik zal op een gegeven moment het gras, dan wel het grind, niet gaan aanharken voor de overige fracties. Maar wij willen wel de accent leggen met name op de ontsluiting voor wat betreft de verkeersveiligheid. Dat is voor ons een zwaar liggend iets, zoals dat nu zeg maar is voorgesteld in de raadsvoorstel, om de ontsluiting te doen via de toerit met de inrit en de uitrit en ook nog de huidige uitrit. Daar hebben we moeite mee en we hebben een vraag daarover naar de wethouder toe. En eigenlijk met de vraag ook van, wilt u ons eens meenemen naar zeg maar welke overwegingen zijn geweest? Welke andere overwegingen en oplossingen en mogelijkheden zijn bekeken om op een gegeven moment tot een weloverwogen en een verkeersveilige ontsluiting te komen van die locatie? Dat is een belangrijke. We hebben tot en met vanmiddag nog een memo's gekregen, waar onder andere ook een mogelijkheid is, zeg maar, tegen geringe kosten, om ook nog naar alternatieven te zoeken. Ook daar zouden wij, zeg maar, dat zouden we als fractie ook graag willen, omdat zeg maar, de nu voorgestelde ontsluiting voor ons niet wenselijk is. Dus we zouden graag willen weten, wat zijn de overwegingen geweest om te komen tot dit, tot deze? Zijn er alternatieven? En wat ons nog niet helemaal duidelijk is, op een gegeven moment wordt er ook aangegeven dat wij dit als raad zouden kunnen amenderen. Maar het lijkt ons verstandig dat we eerst zeg maar alternatieven hebben voor wat betreft de verkeersontsluiting, alvorens wij op een gegeven moment dat ook gaan amenderen. Ik wil graag wel eerst de notitie, dus ik wil graag de reactie van de wethouder erop, als dat inderdaad ook mogelijk is. Dus dat we eerst alternatieven, voordat wij overgaan tot besluitvorming rondom dit bestemmingsplan. Dat was het in eerste termijn, voorzitter. Voorzitter, er is ook... Meneer Rodermond mag eerst, dan mag u meneer Van den Berg. Mogelijk hebben we nog dezelfde vraag ook, hè? Dat zal je zien. Voorzitter, ik wilde graag aan de heer Odink in ieder geval vragen dat met name zijn laatste opmerking lijkt het erop dat hij ook vraagt om uitstel van behandeling in de raad. Is dat correct? Dat laat ik in eerste instantie aan de wethouder. Als de wethouder zegt van joh, ik kan binnen 14 dagen met een goed onderbouwd onderzoek komen. Als dat zou kunnen, dan is dat voor ons betreft prima. Maar als dat niet kan, en we hebben al zeg maar enige tijd verspeeld. Ik weet ook dat we vanuit de uitspraken, de rechtelijke uitspraken, het een en ander geregeld zou moeten zijn voor 3 maanden. Dus vanaf nu naar 3 maanden. Dus ik zou dat proces ook niet willen verstoren, zeg maar. Maar als dat uitstel voor nodig is, dan ben ik wel bereid om daar ook in mee te gaan. Meneer Van den Berg. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zou meneer Odink een vraag willen stellen. De verkeersveiligheid gaat ook als CDA natuurlijk zeer aan het hart. Maar meneer Odink neemt nu een conclusie volgens mij waar die eigenlijk niet over gaat. Want de hele de ontsluiting van het terrein
komt de 377. Dat ligt eigenlijk in handen van de provincie en van de Rijkswaterstaat. Dus meneer Oring vraagt, ja, stelt eigenlijk vragen waar we eigenlijk persoonlijk niet over gaan. Is u het er met mij eens? Daar ben ik het niet mee eens. Ik ben het wel met u eens met het feitelijke uitgangspunt dat zeg maar de N377 en de N48, dat we daar niet als gemeenteraad over gaan. Het zijn provinciale wegen, dus dat ligt aan de provincie. Maar het is uiteindelijk wel zo dat in het totale bestemmingsplan wij er wel mee moeten stemmen. En wij dus ook als raad een verantwoordelijkheid hebben, ook waar het zeg maar de verkeerssituatie betreft. En die verantwoordelijkheid nemen wij in ieder geval als fractie zeer serieus. Meneer Bak. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, ik wil hier vanavond benadrukken dat ik niet spreek namens de VVD. Dus alles wat ik vanavond zeg is niet het VVD-standpunt. Hierin is natuurlijk het VVD-standpunt, net zoals van alle andere partijen, niet zijnde de ChristenUnie, vervlochten. Ik heb er grote waarde aan gehecht om dit dossier als raad voltallig gezamenlijk te doen. Ik ben ook teleurgesteld dat de ChristenUnie op het laatst is afgehaakt. Maar dat is een goed recht. Maar nogmaals, ik probeer vanavond in alle zorgvuldigheid de vragen die wij hebben richting het college te verwoorden. En het is een bijzondere situatie. Er ligt een bijzonder dossier voor waar we zorgvuldig met elkaar te werk moeten gaan. Dat is ook de reden waarom we vanochtend kort overleg hebben gehad nog met de portefeuillehouder. Daarop zijn een aantal vragen gesteld en die vragen zijn beantwoord vandaag. Ik wil de desbetreffende ambtenaar daar ook voor bedanken dat dat in zo'n korte termijn heeft kunnen plaatsvinden. Dat geeft ons hopelijk vanavond ook wat richting in de discussie. En de heer Oding refereerde daar ook al aan. En dat ging even over wat er mogelijk is qua verkeersveiligheid. Maar daar kom ik graag in de tweede termijn op terug. Ik heb nu vooral in de eerste termijn namens alle fracties niet zijnde de ChristenUnie de volgende vragen. Zoals aangegeven hebben wij grote zorgen bij de huidige verkeerssituatie. We willen de wethouder vragen om een nadere toelichting op het huidige voorstel, hoe hij er tegenaan kijkt. Maar we willen ook goed aangeven dat het voor ons niet goed voelt. En vooral de rol die de provincie in het dossier gehad heeft. Dus die zorg ligt er heel nadrukkelijk en wij zouden graag van de portefeuillehouder daar een toelichting op willen. Volgende vraag. Volgende vraag zouden wij graag een toelichting willen op de bestaande activiteiten van Jacobs. En dat in relatie tot de huidige vergunning. Maar ook in relatie tot de aangevraagde vergunning. Waar zit het verschil nu? En waarom zou er een opwaardering moeten plaatsvinden van 3.1 naar 4.1/4.2? Vraag 3. Dat is hoe de wethouder aankijkt tegen de opwaardering naar 4.2. In relatie tot de locatie. Dus met andere woorden, kan dat op deze locatie? Maar ook in relatie tot de ondernemer. Want de ondernemer heeft ook aangegeven dat hij een onderneming heeft. Een mooie onderneming heeft die de afgelopen jaren enorm gegroeid is. Maar de expansiedrift is nog niet voorbij. En dat ziet de ondernemer. En onze vraag is wel van, past dat op deze locatie en is er voldoende ruimte voor deze ondernemer? En wordt hij op deze manier voldoende gefaciliteerd? Vraag 4. Hoe kijkt de wethouder aan tegen het overkappen van de grindstortplaats? Ik denk dat de inspreker daar ook even aan refereerde. Ik ben overigens ook benieuwd hoe de ondernemer daar tegenaan kijkt. Maar ik wil ook wel eens weten hoe de wethouder dat ziet en wat de mogelijkheden daartoe zijn. En de laatste vraag gaat over de landschappelijke inpasbaarheid van de locatie. Hoe is het mogelijk om deze locatie op een goede manier in te passen? En wat wordt er in het kader van de KGO extra verwacht van de ondernemer? Tot zover de vragen. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan wethouder, neem me niet kwalijk, meneer Rodemond. Het is u vergeven, voorzitter. Graag wilde ik in aanvulling op de bijdrage van de heer Bak nog een reactie vragen van het college op het vonnis van de rechtbank. En de inspreker, die zojuist heeft gesproken en dan met name even geënt op het alternatief dat de inspreker heeft geboden, dat wil zeggen het Katingenveld. Waarbij ook een betere inrichting ten opzichte van de omgeving een mogelijkheid zou moeten zijn volgens de inspreker. En de zorgen van de inspreker over de gezondheid van zowel de omwonenden als de werknemers op het terrein zelf. Daar graag nog even een reactie bij op. Dank u wel. Dank u wel. Ik wil het wel aan het college overlaten, maar het betreft twee wethouders. Ik denk dat
Wethouder Prinset, Eerstveel. Kijk, goed ingeschat. Voorzitter, het ging sneller dan verwacht, want ik had al net een pepermuntje genomen. Dus mocht ik wat onverstaanbaar zijn, dan ligt het daaraan en nergens anders aan. Goed. Ja, de zaak Jacobs. Verkeersveiligheid. Dat is nogal een punt. De vorige keer hebben wij daar nogal uitvoerig bij stilgestaan. Ik ben de afgelopen dagen daar nog etelijke keren over gebeld door dezegene uit deze raad. Even terug naar de situatie van 2012, toen Jacob zich daar gevestigd heeft en wij bezig waren met een voorontwerp bestemmingsplan. Toen kwam de provincie in beeld en die zei van nou, we zouden qua ontsluiting daar betere mogelijkheden moeten gaan creëren. En kunnen we het niet samenpakken met datgene wat de provincie ook wilde met de N377, de opritten en afritten van de N48 op een andere wijze inrichten. En dan kunnen we daar meteen de situatie van de ontsluiting van dit desbetreffende pand, deze desbetreffende onderneming in meenemen. Daar zijn we volop mee bezig geweest tot er in 2014 was het volgens mij in de Staten besloten werd om 100 miljoen uit het traject N340 en 377 te halen. En op dat moment was een herinrichting van de plek, zoals ik hem net geduid heb, behoorde niet meer tot de mogelijkheden. En wij wilden verder en we moesten verder met het bestemmingsplan. En in plaats van dat we gezamenlijk met Provinciale Waterstaat, de firma Jacobs en gemeente bezig gingen met een totaaloplossing, moest de firma Jacobs samen met de gemeente met voorstellen komen richting de provincie. En dat was niet een gemakkelijke opgave. Uiteindelijk heeft de provincie zelf een voorstel aangedragen. En het voorstel zoals het er nu ligt was voor de provincie met instemming van Rijkswaterstaat het enige veilige voorstel. We hebben dat ook op verzoek van u de afgelopen weken nog eens ambtelijk laten checken. En ambtelijk is er ook door de provincie aangegeven in de richting van onze ambtelijk medewerker dat het deze ontsluiting en deze wijze van ontsluiting van het bedrijf zou moeten zijn. Wat je nog kan doen is bestuurlijk in overleg treden, de portefeuillehouder verkeer. De heer Jansen zou dat kunnen gaan doen. Maar ook een mogelijkheid is dat je een onafhankelijke deskundige inhuurt om er nog eens een second opinion op te geven. Dan heb ik het niet over een alternatief, want dat duurt veel langer. Maar een second opinion, dus je laat deskundigen, verkeersdeskundigen nog eens kijken naar het voorstel zoals het er nu ligt. En die laat je daar een oordeel over geven. En ik verwacht dat dat zeker binnen 2 weken kan. Maar als u allerlei alternatieven verlangt, dus stel nou dat de uitkomst van die onafhankelijke deskundige is, het is een niet zo goede oplossing, dan verwacht ik niet dat u ook binnen 2 weken ook al een alternatief heeft. Dat verwacht ik niet. Voorzitter, mag ik daar even wat over vragen? Want daar kunnen we natuurlijk op anticiperen, lijkt mij. Want eerst een antwoord afwachten en vervolgens een vervolgtraject lijkt mij wat langer duren dan nu al anticiperen op een mogelijk, dit lijkt me niet zo veilig, antwoord. Of niet? Nou, ook gezien de drie maanden die de rechtbank heeft gegeven. Kijk, ik heb geen verstand van verkeer. Laten we dat ook helder zijn. Ik interpreteer uw vraag ook dat u wat twijfels heeft bij de veiligheid. Ja? Als wij nu de opdracht geven van nou, kom met alternatieven. Ja, dan dat is nog wel een traject. Want daar zal heel veelvuldig overleg met de provincie moeten zijn. En de provincie heeft eigenlijk al gemarkeerd. Want dit is het, zo zitten we erin en zo willen we het blijven houden. Dus ik zou toch eerst een second opinion willen hebben, een oordeel over de oplossing zoals die hier wordt aangedragen. En misschien komt er wel uit, dit is, gegeven deze situatie, de beste oplossing. Dus daar zou ik toch eerst, naar die second opinion willen gaan. Ook eventjes vanwege het tijdsaspect, maar ook vanwege het kostenoogmerk. Daarmee heb ik denk ik ook de vraag van de heer Bak namens verschillende fracties beantwoord. Is dit de enige veilige aanpassing? In het verleden hebben we ook aangegeven een totale reconstructie van dat gebied. Daar zaten, en ik ken ze niet allemaal omdat ik verkeer niet in portefeuille heeft,
Maar er zaten waarschijnlijk ook andere oplossingen. Er is over verkeersregelinstallatie is gesproken. We hebben wel eens gekeken naar rotondes, maar daar is de plek veel te klein voor. Dus gegeven de situatie zoals die nu ligt, heeft men, de provincie, met instemming van Rijkswaterstaat geconcludeerd dat dit de enige veilige aanpassing is. Ja? Ik kan niet anders dan dit aangeven. Ja, dan het 3.1 versus 4.2. Op zich heeft dat niks met milieu te maken. Dat is gewoon een bestemmingsplan, codering. Het bestemmingsplan zoals het lag, gaf bedrijven tot en met categorie 3.1 de mogelijkheid om zich daar te vestigen. En de activiteiten, zoals die eraan in het begin waren, die overgekomen zijn van de Zwolseweg, dat was grind opslaan. Gewoon grindopslag, geen grindwassing. Grindopslag en de kantooractiviteit, dat paste binnen 3.1. En toen het principeverzoek kwam om te kijken, mogen we er ook grindwassing doen, hebben we vanuit de ruimtelijke ordening hebben we dat bekeken. En die categorisering van 4.1 en 4.2 heeft met name ook met afstanden te maken. En daar heb je richtlijnen voor. En die hebben we gehanteerd. En in dat principeverzoek hebben we aangegeven aan de initiatiefnemer dat wij mogelijkheden zien om binnen categorie 4.2, bestemming 4.2, de activiteiten toe te staan. Voorzitter? Er is wat, mag ik even met je nog afmaken dan? Er is wat discussie over, is het nu 3.2 of 4.1? Ja, of 4.2, laat helder zijn. De overheid bepaalt in dit land aan de hand van hoe de casus eruit ziet, aan de hand van de bedrijvenlijst, wat de categorie zou moeten zijn. Ja, en hier is, in deze casus is geoordeeld dat categorie 4.2 zou moeten zijn. Meneer Bak. Goed, dank u wel, voorzitter. Dat is precies waar mijn vraag ook over gaat, mevrouw de voorzitter. Mijn vraag even wat meer specifiek te maken. Is het ook mogelijk om een soort van upgrade te krijgen voor de situatie 3.1, waarbij het niet nodig is om de vergunning 4.2 af te geven? Dus met andere woorden, is het mogelijk om naar de huidige situatie te kijken? Wat zijn de huidige activiteiten zoals die plaatsvinden? U geeft heel duidelijk aan, dat zijn de activiteiten die overgekomen zijn vanuit de Zwolseweg. Zijn het uitzendbureau en de opslag van grind. Dan is het mogelijk aan het huidige bestemmingsplan om dat te wijzigen. Het 3.1 te laten, maar daar de activiteiten van grindwassen aan toe te voegen. Ja. Volgens mij, ik ben geen jurist, heb je daar twee mogelijkheden. Je kan zeggen, wij leggen het bestemmingsplan, geven we categorie 4.2 met uitzondering van. En dan kun je een hele hoop uitzonderingen maken. Ja? Vuurwerk, opslag en al dat soort dingen. Je kan ook zeggen, alle activiteiten die vallen binnen 3.1, die mogen daar, ook de niet-huidige activiteiten, ja, als er een andere activiteit komt. En we maken een categorisering 4.2 voor de activiteit grindwassen en eventueel de legioblokken, zoals ze dat hier noemen. Dat kan. Ja, dat behoort tot de mogelijkheden. En dan weet je dus, en waarom zou je dat doen? Stel dat er op enig moment het industrieterrein in de verkoop komt. Dan weet je één ding, dat degene die zich daar opnieuw vestigt, dat die zich moet houden aan 3.1. En de activiteiten zoals de firma Jacobs die op dit moment ook deed. Dus dat zou je, en dat hebben we vanmiddag ook nog even in de beantwoording aangegeven. Ja, dat zou je mee kunnen geven als je die zekerheid naar de toekomst toe wenst. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik dank u voor het historisch perspectief in uw betoog. Maar er verwondert mij wel iets nog. En dat is dat dit bedrijf verhuisd is met bestaande activiteiten van de Zwolseweg naar deze locatie. En op een of andere wonderlijke wijze heeft u dus gezegd, nou ja, we zien mogelijkheden tot uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten en daarmee ook een hogere milieuclassificatie. Maar die activiteiten een hogere bestemmingsplansclassificatie. Excuses, ja. Maar op een of andere wonderlijke wijze is dat antwoord voldoende gebleken om die activiteiten al op te starten, want die vinden nu al plaats. Hoe heeft dat plaats kunnen vinden en hoe kunnen we daarop bijvoorbeeld handhaven op dit moment, zodat we een meer behoorlijke procedure lopen richting onder andere de omwonenden?
Is het voorzitter. Aanvullend, meneer Odink? Want anders laat ik meneer... Het is meer een opmerking, maar misschien een vraagstelling. Maar valt het mij nou op dat er meerdere woordvoerders zijn? Mensen mogen vragen stellen wat ze willen, meneer Odink. Dus dat wou ik ook graag gewoon zo laten. Ik vind dat aan het begin van de discussie sprake zou zijn van dat er aan de andere zijde van de raad via één woordvoering gesproken zou worden. Jazeker, maar als er vragen zijn, dan mogen die gewoon gesteld worden. Dus daar geef ik dan gewoon ruimte voor. En dan wil ik het woord nu graag teruggeven aan de wethouder. Ik heb in het begin van mijn verhaal al gezegd dat wij in het principeverzoek, daar hebben we als college hebben daar een positief oordeel over gegeven. En we geven ook altijd uitleg wat een principeverzoek inhoudt. Dat het college zijn uiterste best wil doen om de gevraagde uitbreidingsmogelijkheden gerealiseerd te krijgen. Daar, in dit land hebben we rechtspraak. Daar kan een rechter een stokje voor steken. Zo moet je dat principeverzoek interpreteren. Op enig moment zijn we bezig gegaan met het voorontwerp. En hebben wij een gedoogsituatie hebben wij toegestaan. Om de activiteiten, ook in verband met vervoersbeweging, hebben we toegestaan dat de activiteit van grindwassen daar kon plaatsvinden. Daar hebben we ook een milieuvergunning voor verstrekt. Dat is eigenlijk deel 1. Deel 2 is de ruimtelijke procedure. Omdat we al bezig waren met het voorontwerp. En omdat we met de provincie, want die had één belemmering, dat was die verkeerssituatie. Er dachten op zeer korte termijn uit te zijn. En dan kon het bestemmingsplan, kon zijn route vinden, kon zijn inspraak en dergelijke hebben. En dan was dat op zeer korte termijn, zou dat gerealiseerd kunnen worden. Ja, het was dus min of meer afzienbaar dat het geregeld zou worden. Maar goed, ik heb u verteld hoe dat met die verkeersontsluiting is gelopen. En dat is gewoon hartstikke vervelend. Dat is gewoon een hele lange tijd tussen gaan zitten. En we hebben ook gemeend om die milieuvergunning te moeten verstrekken. Om een toetsingskader te hebben bij controles die we uitvoeren. En we hebben heel veel controles daar uitgevoerd. Ja, we hebben wel eens... Ik weet inmiddels ook dat het zo is. Het is het best gecontroleerde bedrijf in onze gemeente in de afgelopen jaren geweest. Ja, meneer Rodemond. Dank u wel. U zegt al... We hebben een rechtbank en die kan stokjes steken voor het een en ander. In mijn beleving heeft nu een rechtbank dat vrij onlangs gedaan. Bent u voornemens, en mijn vraag was ook in mijn eigen inbreng, kunt u reageren op het vonnis. Ziet u dat ook zo dat stokje nu is gestoken voor deze plannen, omdat er eigenlijk inderdaad activiteiten plaatsvinden die niet op dit terrein onder deze klassificatie thuis horen en dat we eerst eens even moeten gaan kijken naar de situatie voorheen, dus grindopslag en een detacheringsbureau. Nou goed, dat ben ik nu niet met u eens. En ik zal mijn oordeel over de uitspraak van de rechter, zult u vanavond niet van mij horen, want dat zijn we nog aan het analyseren. Ja, en daar zullen we ons ook goed op moeten voorbereiden voor de vervolgstappen. Maar ik deel niet uw opvatting, want een van de opmerkingen die wij hebben proberen te maken waar de rechter niet op inhoud is ingegaan, omdat we, en dat wisten we ook, dat we niet een geldend bestemmingsplan en een werkend bestemmingsplan hebben. Er is heel veel naar het proces en zeg maar naar de vorm in plaats van naar de inhoud gekeken. Maar als je een illegale situatie aantreft, dan is de eerste vraag altijd, kunnen we dit legaliseren? En wij hebben in onze afwegingen, hebben wij gemeend dat we dit kunnen legaliseren door de bestemmingsplanwijziging, zoals die nu voor ligt, om die in te laten gaan. En dan ontstaat daar een gelegaliseerde situatie. Dus wij zijn ons nog aan het beraden op het vonnis van de uitspraak van de rechtbank. En daar zullen we u, zullen we u daarin meenemen hoe we daarin in zitten. Maar ik zou dat toch los willen zien van het bestemmingsplan traject waar we nu in zitten. Ja. Heeft het bedrijf voldoende ruimte? Ja, dat weet ik niet. Als je kijkt naar de huidige activiteiten en naar de vraag die er ligt vanuit de ondernemer, dan is daar voldoende ruimte. Als je kijkt naar de wens die er is, kunnen de bedrijfsactiviteiten ook overkapt worden? Nou, dan zullen we daarover in overleg moeten met de ondernemer. Wettelijk is die verplichting er niet. Dus het is een wens die
u aan mij meegeeft. En daar wil ik graag over in gesprek met de ondernemer. Dan moeten we een klein deeltje in het bestemmingsplan aanpassen. Het gaat over hoe zo'n groot deel van het gebied mag je bebouwen. Nou, dat is, hebben wij aangegeven, dat 60%. En als we bij de vaststelling van het bestemmingsplan u een nadere uitwerkingsbevoegdheid aan het college geeft, dan, en mocht de ondernemer bereid zijn om die overkapping aan te brengen, dan past dat op dat moment in het bestemmingsplan nadat het college daar een besluit over neemt. Dat even. Dank u wel, voorzitter. Ik wil nog heel even terugkomen over of er voldoende ruimte is voor de ondernemer. Hè? Want ik zal u ook vertellen waarom ik die vraag stel. Want dat is denk ik wel belangrijk in deze casus. We zien dat we hier een onderneming hebben die van jaar tot jaar groeit. En een klein beetje groeit, fors groeit. En ik vind het prachtig te zien hoe dat ondernemerschap zich ontwikkelt. Maar er zit ook een keerzijde aan. Hè? Want dat maakt ook dat we in een situatie zitten zoals we die nu hebben voorliggen. En mijn vraag is er meer op gericht. Hoe gaan we voorkomen richting toekomst dat een dergelijke situatie zoals deze zich weer voor gaat doen? Nou, daar wil ik wat meer kadering bij hebben en zou ik ook graag uw reactie over hebben. Ja, in deze context zou ik toch willen roepen vol is vol. Maar dan wel in deze context. Ja? En niet in een andere context. De situatie is, er is niet meer ruimte. Als de ondernemer wil uitbreiden, en dat heeft hij inmiddels gedaan, maar op een andere plek in dit land. Ja? Als hij met de bestaande activiteiten, stel dat het gaat over dat grindwassing een geweldige vlucht neemt. Nou, op de plek zoals hij er nu ligt, heb je niet meer ruimte dan de ruimte die er nu is. Met de begrenzing erin van je mag 60% bebouwen, eventueel met een binnenplantse vrijstelling iets wat aan te passen. Ja? Maar laten we helder zijn, deze plek heeft in omvang zijn beperkingen. Ja, dat moeten we ook heel goed en dat moet de ondernemer zich ook heel goed realiseren. Koppel ik daar meteen de vraag aan, is er op Katingenveld, die vraag is ook gesteld, is daar niet ruimte voor 4.2? Op het moment dat de ondernemer zich hier vestigde en bezig was met de activiteiten zoals die nu doet, waar die op geïnvesteerd heeft enzovoort, toen was er op Katingenveld geen plek beschikbaar, omdat er één plekje achter in de hoek van richting zeg maar Hoogveen, daar hebben we een plek gecreëerd, 4.1 of 4.2, dat hou me even te goede. En op dat moment waren we in een vergevorderd stadium met een ondernemer die zich daar wilde vestigen. Maar door allerlei internationale ontwikkelingen is dat niet doorgegaan. Dus op het moment van vestiging en de investeringen die daar al gedaan zijn, hadden wij geen plek beschikbaar daarvoor. Over gezondheid, hoe het zit met arbo enzovoort binnen een bedrijf, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik het zou kunnen weten, maar ik weet het gewoon niet. Als je het hebt over het onderzoek wat wij hebben gedaan naar de effecten van de activiteiten die daar zijn op de volksgezondheid. Nou, dat heeft u ook in de stukken kunnen lezen, op de gezondheid heeft u in de stukken kunnen lezen. Daar is niet een significante aanwijzing dat daar activiteiten plaatsvinden die van invloed zijn op de gezondheid van de omwonenden. Dat hebben wij ook in de stukken al aangegeven. Voorzitter, ik weet niet of u nog iets heeft, maar ik heb niks meer. Voorzitter, volgens mij had ik nog een punt geduid met betrekking tot de landschappelijke inpassing en de extra inspanningen die in het kader van de KGO gedaan moesten worden. Er is een inrichtingsplan is er meegeleverd. Die hebben we vandaag nog even keer weer verstuurd. Volgens mij zat u wel ergens tussen de stukken, maar u had een hele stapel. Die zit daarbij. En ik kijk even naar mijn medewerker op de tribune. Is er nog iets van KGO nodig hier in dit plan? Wennen? Dit, wat er nu ligt in het gebied met die inpassing, dat is hem. Ja? En meer is daar niet voor nodig, begrijp ik dus? Nee, omdat het al een bedrijventerrein was. Ja. Dank u wel. Wethouder Jansen? Nou, ik geloof het wel, want volgens mij had meneer Odink vragen voor u. Ik kijk even naar meneer Odink. Zijn ze beantwoord, meneer Odink? Want dan laten we het hierbij. En als het niet zo is, dan... Ja, ik weet niet in hoeverre er wel of niet eventueel sprake is van een tweede ronde. Dan wel misschien een soort van schorsing. Ik vermoed van wel, want ik hoorde meneer Bak daar net al even een voorschot opnemen. Maar misschien voordat we nog gaan schorsen, wil ik nog graag even... Want dat is nog niet helemaal duidelijk. Misschien nog even die vraag meenemen, want dan kunnen we die ook meenemen in de schorsing. En dat zit met name hier vast. We hebben gevraagd van, zou de wethouder ons kunnen meenemen en wat de alternatieven zijn geweest met betrekking tot die verkeersontsluiting?
En de wethouder heeft met name beantwoord over van, joh, er is een mogelijkheid voor een second opinion vanwege doorlooptijd en kosten. Als ik kijk naar de gemiddelde tarieven van adviesbureaus, dan denk ik van nou, dat wordt nog niet langer dan een dag of twee dagen naar gekeken. Dus daar heb ik nog niet helemaal een warm gevoel bij. Ik wil nog graag even een antwoord. Is het mogelijk binnen de 3 maanden om redelijkerwijs te kijken van, kunt u ons nog meenemen als raad van wat zijn de alternatieven geweest met betrekking tot de verkeersontsluiting op deze plek? En zijn er ook reële haalbare adviezen waar ook de provincie zeg maar mee in moet stemmen? Voordat u antwoord geeft, meneer de wethouder, want ik zou eigenlijk niet willen schorsen tenzij daar dringend behoefte aan is. En dan zou ik meteen door willen naar de tweede termijn en deze mee willen nemen naar de tweede termijn. Want er is zeker behoefte aan een tweede termijn. Althans, dat proefde ik net correct volgens mij. Hè? Zeker mevrouw de voorzitter, ja. Maar ik denk ook dat er toch wel een behoefte is om kort te schorsen. Ja. 5 minuten, is dat genoeg? 5 minuten. Laten we er 10 van maken, mevrouw. Vind ik ook goed. Als ik het goed zie, zijn we weer compleet. Gaan we verder met behandeling van punt 4 van de agenda van deze oriënterende ronde. We zijn beland in de tweede termijn. Meneer Bak had aangegeven daar behoefte aan te hebben. En meneer Odink heeft zojuist zijn vraag gesteld die we meenemen naar de tweede termijn. Meneer Bak, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. We hebben een aantal opdrachten aan de wethouder. En de eerste opdracht is om, en dat gaat naar de andere portefeuillehouder, dat is de opdracht richting portefeuillehouder Jansen, om bestuurlijk in contact te treden met de provincie over de verkeerssituatie. Dat is 1. 2, dat gaat ook over de verkeerssituatie. Voor ons is een second opinion niet voldoende. Wij willen kijken naar een analyse op de huidige situatie, maar daarnaast willen we een alternatief daarnaast gelegd hebben. De optimale situatie of wat haalbaar is. Zodat we ook goed kunnen beoordelen of hetgeen nu voor ligt, of dat het maximaal haalbaar is of niet. Want het zou ook maar zo eens kunnen zijn dat dat wel het geval is. Maar we willen dat wel helder en duidelijk hebben. Want we willen het maximale gedaan hebben aan die verkeerssituatie. Dat is 2. De derde is, ga in gesprek met de ondernemer om te onderzoeken of de ondernemer in voldoende mate gefaciliteerd wordt op deze locatie. En wat daar voor hem voor nodig is. Maar ga ook met hem in gesprek over de overkapping. Want het ligt toch wel bijzonder gevoelig hier in de Raad als er geen overkapping zou komen. Dus dat is wat we aan opdrachten aan de wethouder meegeven. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Nog andere zaken voor de tweede termijn niet? Meneer Odink? Mijn vraag is al gesteld, zeg maar, net voor de schorsing. En ik wil dat nog graag eens benadrukken, zeg maar. Het sluit wel enigszins aan op datgene wat zojuist is gezegd. Alleen, wij hechten er wel waarde aan dat de wethouder met de alternatieven die zijn onderzocht ons ook, zeg maar, informeert. Ja, dat was de vraag aan wethouder Jansen, die net al opstond. Dus die wil ik nu vragen. Ik laat het aan het college over. Voorzitter, ik dacht dat ik in mijn eerste termijn ook had aangegeven dat er eigenlijk bij de beoordeling van nadat de provincie was afgehaakt, zeg maar, in het hele herontwerp van dat gebied, dat er eigenlijk 2 alternatieven waren. Dat is de huidige ontsluiting en de ontsluiting zoals die nu wordt voorgesteld. Meer alternatieven zijn ons niet bekend. Bestuurlijk met de provincie in overleg, tuurlijk. Zullen we dat doen? Ik noem het even een second opinion plus. Ja, dat is eventjes een opinie over deze ontsluiting met alternatieven. En daarin verwoord wat is het maximaal haalbare. Dat is de opdracht die u verstrekt. Ja, en daar, als u dat wil, dan zal ik daar gevolg aan geven. Alleen, we moeten wel even op termijnen enzovoort letten. Kijk, wij zullen dat morgen intern proberen te bespreken en daar ook een plan van aanpak met tijd enzovoort achter te zetten. En daar zullen we u van op de hoogte brengen, want het zou kunnen betekenen, maar dat kan ik niet doen, dat kunt u alleen maar, het punt over 2 weken van de agenda halen. Dat kan ik niet. Ja, dus als we die termijn niet halen, en u moet natuurlijk ook een redelijke termijn hebben om te kunnen beoordelen
en in gesprek te kunnen gaan over het alternatief wat, als er een alternatief is, wat wordt aangeboden. Maar die verantwoordelijkheid ligt dan even bij u. Meneer Bak. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dat is helder dat dat bij ons ligt. Maar ik heb toch behoefte om de vraag toch even wat nader te duiden, want dat we daar geen verwarring over krijgen, over de interpretatie daarvan. Dus wellicht is het goed ook dat u met een voorstel komt hoe u het onderzoek ziet. Maar ik wil in ieder geval meegeven dat wij in ieder geval twee gelijkwaardige scenario's, waarvan het huidige scenario er één is, naast elkaar willen hebben en die willen beoordelen. Oké, dat is iets anders dan wat u zo pas aangaf, maar dit maakt het wel een stuk duidelijker. En twee scenario's waarvan degene die nu voorliggen de eerste is, of de ene is, en een andere erbij. En met de beoordeling van deskundigen, dat lijkt me goed om dat zo te doen. Ik zal zelf het gesprek aangaan met de ondernemer of hij op de huidige locatie uit de voeten kan. Niet alleen nu, maar misschien ook over een poosje. En of hij, u noemt dat, voldoende gefaciliteerd wordt. Ja, maar dan niet door de gemeente, maar door de omstandigheden op het terrein. Ja, daar hebben we het dan uiteindelijk over. En ik neem daarin dat gesprek, zal ik ook meenemen, uw wens om de mogelijkheden te bekijken voor overkapping. Volgens mij, voorzitter, heb ik de vragen, de opmerkingen, de opdrachten opnieuw verwoord. En heb ik aan de vragen die er liggen, volgens mij, voldaan. Kijk even naar meneer Bak. Ja? Dan is het nu gewoon wel de beurt van wethouder Jansen. Want volgens mij zit meneer Oding nog op een antwoord van u te wachten. Nou, dan is het gewoon niet mijn gelukkige avond vanavond. Maar dan, uw vragen zijn beantwoord nu. A glorious day voor mij. Oké, heel goed. Voor u dan wel. Dank u wel. Is er behoefte aan een derde termijn? Dan rest mij de vraag wat we met dit agendapunt gaan doen. Of dat naar de volgende raadsvergadering gaat of een vergadering daarna. Of het van een agenda af moet. U gaat daarover als raad. Ja, voorzitter, laten we het voorstel van de portefeuillehouder afwachten en het in de agendacommissie beoordelen of het mogelijk is. Mag dat een voorstel zijn of is dat procedureel niet mogelijk? Moeten we daar nu iets over zeggen? Dat weet ik eigenlijk niet, dus dat zou ik eventjes moeten overleggen. Dat betekent 3 minuten schorsing, dan kijken we dat na. Ja. Volgens mij is het de bedoeling dat we de antwoorden van het college op de vragen die gesteld zijn en de verzoeken die gedaan zijn afwachten. Voordat dat resultaat er is, heeft het geen zin om het punt te bespreken. Dat houdt in dat 18 april, wanneer de volgende raadsvergadering is, dat dat te vroeg is. Het voorstel is dus om in afwachting van de reactie van het college de agendacommissie met een nieuwe datum te laten komen. Een zo snel mogelijke datum, maar dat is niet 18 april. Kan de raad daarmee leven? Ik zie instemmend geknik. Ja, mooi. Dan besluiten we dat zo. Dat brengt ons bij agendapunt 5, compensatieregeling OZB. Wie kan ik daarover het woord geven? Dat zijn alle fracties zo te zien. Even kijken, meneer Dogge, meneer Stelpstra van de VVD, niet meneer Rodemond, meneer Botter en meneer Jonkhans. Dan begin ik bij meneer Dogge. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn erg verheugd dat er nu een nieuw voorstel ligt voor de compensatieregeling OZB. Als we het raadstuk bekijken, hebben wij ons wel even verbaasd over de zinsnede. Uit de discussie kwam naar voren dat uw raad, nou volgens mij was er in 2016 in mei, was er geen discussie in de raad. Volgens mij was de raad unaniem dat het toen voorliggende voorstel van de raad, van het college, absoluut niet kon. Maar goed, dat terzijde, daar gaan we geen amendement over indienen. Het voorstel wat er nu ligt, daar zijn we erg content mee. Voldoet wat ons betreft aan de uitspraak van de raad destijds. We hebben nog wel één vraag en dat is of de regeling nu, zoals die nu voor ligt, ook inderdaad voldoet dat de 152 posten die we de vorige keer hebben gezien, objecten die we toen hebben gezien, ook allemaal onder deze regeling kunnen vallen. Dat is een vrij algemene vraag en meer specifiek zou ik hem eigenlijk willen maken. En dat is ook naar aanleiding van een mail die volgens mij ook raadsbreed is gestuurd vanuit de aulavereniging in Lutten, dacht ik. Slagharen, neemt u me niet kwalijk. Die vraagtekens stelt of die regeling ook voor hun van toepassing is. En dat is ook de vraag die wij hebben. Kan ook die vereniging van deze
regeling gebruik maken. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Meneer Jonkhans. Dank u wel, voorzitter. Er wordt in het stuk verwezen naar het referentiejaar 2014. Wat ik niet in het verhaal kan ontdekken, is hoe zich nu de nieuwe regeling verhoudt tot dat. Want 50%, ja, wat is 50%, maar het lijkt toch heel erg op de helft van een beetje uit de duim. En ik zou daar toch een beetje onderbouwing bij willen zien. Te meer omdat we eigenlijk geen zin hebben om erachter te komen dat het nog steeds misschien verenigingen, ik weet het namelijk niet, misschien verenigingen dan nog steeds in de problemen zitten. Ik hoop niet dat dat gebeurt met dit voorstel, maar het wordt ook niet duidelijk of dat niet zo is. Dus graag daarvoor antwoord van hoe is het onderbouwd, die 50%, en hoe verhoudt zich dat met de hoogte van het referentiejaar 2014. Dank u wel, meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Ook de ChristenUnie is wel content met dit voorstel. Het is toch een heel ander voorstel dan dat we eerder hebben gehad, waarin een bepaalde afbouw zit. Maar hier gaan we toch voor een structurele oplossing. Net als de PvdA zijn wij wel enigszins benieuwd, hè, hoe dit zich verhoudt tot ten opzichte van het tarief in 2014. We lezen alleen dat hij toen met 14 of 16% is verhoogd. Maar het is wel aardig om te zien van hey, hoe verhoudt zich dat die 50% nu ten opzichte van de situatie in 2014. Dan hebben wij nog een anderszins enige technische vraag, maar dat gaat over het kopje financiën. Daarin staat dat er een eenmalig bedrag nodig is. Ik ben in de veronderstelling dat als je iets gaat compenseren, dat je ook nog een structureel bedrag niet gaat innen. Dus dat had er mijns inziens ook bij gemoeten. Maar wellicht zien we dat verkeerd. En dan tenslotte hadden wij ook nog een vraag naar aanleiding van contacten met de aula. In de regeling staat heel duidelijk dat een maatschappelijk object met een maatschappelijk doel en gerund door vrijwilligers in aanmerking komt voor deze regeling. Nou, zoals ik de vraag van de aula beoordeel, dan zouden zij eronder kunnen vallen. Ik heb de mail ook net even doorgestuurd naar de portefeuillehouder. En wellicht kan hij daar even op reageren. Tot zover. Dank u wel. Meneer Botter. Dank u wel, voorzitter. En daarmee zijn ook de meeste vragen van de fractie van Op Koers.nu gesteld. Voorzitter, we willen graag nog even naar hoofdstuk 3 kijken, naar de hardheidsclausule. En ik citeer graag kort uit de stukken. Artikel 10, hardheidsclausule. Er staat in, het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Een fantastische mooie passage. We zijn er enerzijds heel blij mee dat die erin staat, want daar kun je inderdaad die laatste open en rafelige eindjes mee wegwerken. Tegelijkertijd bekruipt ons ook het gevoel van, ja, hoe kun je nou die regel mooi toepassen, zodanig dat er geen reuring in die bestaande groep en de beoogde groep gaat plaatsvinden. Dus eigenlijk is de vraag, hoe kun je dat nu, we gaan er zonder meer van uit dat het naar eer en geweten wordt uitgedeeld of wordt teruggegeven in dit geval. Maar hoe ga je dat op een prudente wijze naar de buitenwereld, naar de betrokkenen communiceren, als daar werkelijk sprake van is, van die hardheidsclausule van de ene partij die meent recht te hebben en de andere partij die het mogelijk niet zou krijgen. Dank u wel. Meneer Rodermond. Voorzitter, dank u wel. Maar mijn vraag is al vrij wel bespraakt gesteld door de heer Dogger. Dus ik ben benieuwd naar de beantwoording. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter. Naast de overwegende opmerking over instemmendheid van mooi dat deze oplossing er nu ligt, zijn er nog een paar vragen overgebleven. Als je kijkt naar het bedrag wat we nodig hebben, dan hebben we 17.500 euro meer nodig dan we met de TIOX hebben opgehaald. Dus grosso modo is het voordelig en is het wat voordeliger dan dat we het heel precies per vereniging
precies op de cent hadden uitgerekend, die heeft er zoveel bij gekregen, moet nu zoveel terug enzovoort. Los van het feit dat je dan heel bewerkelijk verhaal had gekregen, die je dan ook eigenlijk per jaar weer helemaal moet doorrekenen. En dat kost heel veel werk, heb je nu een hele simpele, heldere lijn die je voor iedereen kan toepassen. En die uiteindelijk de maatschappelijke instellingen die met dit vrijwilligerswerk bezig zijn, ook meer zal helpen. Een van de lastige dingen die we tegenkwamen, want we hebben best wel een beetje geworsteld van hoe ga je nou een goed verhaal doen, wat je ook makkelijk kan toepassen. TIOX 2014, maar als je heel precies kijkt, is het niet precies, is wel TIOX 2014 de omslag na 2015 gemaakt voor heel veel verenigingen. Maar degenen die vlak daarvoor net al met wat veranderingen bezig waren geweest, hadden al eerder, kwamen wij achter, ook al TIOX-achtige dingen gehad en ook al een verhoging gehad. En er zijn ook een heel aantal geweest die hebben daar gewoon niet over geklaagd en hebben gewoon betaald. Nou, wij vinden dat oneerlijk ten opzichte van die club als je die gewoon even laat zitten. Dan hebben we gezegd, we moeten echt even een ander systeem kiezen waarbij we de opdracht van de raad om het hele bedrag gewoon structureel terug te geven, die 70.000 euro die we daarmee opgehaald hebben doordat de waarden verhoogd waren, die wilden we dus teruggeven. En toen hebben we gezegd, dan moeten we een systeem zoeken wat past. Nou, toen hebben we gezegd, alles wat vrijwilligerswerk is, in de eigendomssituatie en in de gebruikssituatie, die krijgen gewoon voor alles, dus niet alleen voor het TIOX-deel, maar voor alles wat ze hebben, inclusief de verhoging met 16%, krijgen gewoon 50% terug. En als we dat gewoon doen, dan helpen we ze allemaal. Help je ook een die in een situatie verzeilt dat doordat hij bijvoorbeeld nieuwbouw heeft gekregen, in één keer een enorme verhoging krijgt, die in een nieuwbouwsituatie dan ook slecht uitkomt. Dan zeg je gewoon de helft eraf en, heb je, en die geven we als subsidie terug. Dan kom je, als je het hele lijstje doorkijkt, dan kom je heel aardig uit over het geheel en zitten er geen krepeergevallen meer in. En mocht je er dan nog eentje tegenkomen, dan hebben we een harde clausule om te zeggen van, dan kunnen we daar nog iets mee doen. Voorzitter, minister Zelpstra. Kan ik daaruit concluderen dat de gemiddelde stijging zo'n 50% is? Ik heb ze niet alle 152 in die. Nee, maar gewoon. Nee, maar je kan het even heel snel. Je haalt 70.000 op, je geeft 87.000 terug. Dus dat is ietsje meer. Dus we geven feitelijk ietsje veel terug. Maar dat zit hem dan vervolgens er ook nog een keer in dat wij nu een heel simpel systeem hebben. Wij kunnen zeggen: dit is uw belasting. Wij geven u direct op hetzelfde briefje 50% subsidie. Dus dit betaalt u. Dan heb je voldaan aan je belasting. Iedereen betaalt de belasting en je geeft gewoon een subsidie terug. En die kan je heel gemakkelijk doen, dus je kunt hem ook in één klap nu voor 15, 16, 17 doen. Dan gaan we even in 18 de check doen van, hebben we nog steeds de goede? Dus op één A4'tje is dat aan te melden. En we gaan ook nog eens een keer in de gemeentelijke pagina zeggen van, hallo, hebben we misschien nog eentje vergeten? Dus we houden onze oren en ogen even goed open en dan gaan we in 2022 gaan we nog een keer kijken van, hebben we nog steeds de goede allemaal te pakken? En nou, dan ga je er even met de vlooie kam doorheen. En dan kun je weer met het simpele systeem, waar we dus niet heel veel werk van hebben, heel adequaat je maatschappelijke instellingen helpen. En ik moet eerlijk zeggen, wat wij teruggekregen hebben is louter van, hartstikke mooi dat het zo doet. Ik begreep dat er één vraag was over de aulas Laharen en ik denk dat het dezelfde is die ik ooit al een keer gesproken heb. Volgens mij valt die hier gewoon onder. Want dat is, als ik de criteria goed ken, is dat 100% vrijwilligerswerk. En dus moet die hier gewoon onder vallen. Alles wat commercieel is, valt er niet onder. Als het vrijwilligerswerk is, valt er wel onder. En als het deze aula is, dan valt die eronder. Dat is fijn om te horen, dank u wel. Dan moet ik even kijken. Ik denk dat ik hem heb. Meneer Botter, ja, de regeling kunnen we heel redelijk toepassen. Omdat we hem heel eenvoudig en heel helder en heel eenduidig voor iedereen gedaan hebben. Dus ik denk ook niet dat het moeilijk is om de schifting te maken. Wat valt er wel onder en wat valt er niet onder. En als er ergens nog één is waarvan je zegt, die valt toch nog
heel ongelukkig uit. Ik kan me het eigenlijk niet voorstellen met 50% over het totaal. Dan kunnen we altijd nog kijken. En ik kan mij twee situaties bedenken die heel bijzonder liggen. Nou, ik ga nu niet in casuïstiek, maar waarvan ik denk van nou, die zouden er technisch misschien niet onder vallen, maar die zouden er wel onder moeten vallen. En daar hebben we daar de clausule dan voor. Omdat het wel vrijwilligerswerk is. Maar iets anders is geformuleerd. En zeg ik, nou, het mag niet van de juridische formule afhangen hoe je dit nu precies gaat doen. Dat zijn volgens mij de antwoorden die ik moest geven. Ja, ik heb er dus nog eentje blijven liggen. Inderdaad hebben wij in de financiële paragraaf, ik denk wel juist, maar wel heel sumier gedaan. U hebt gezegd van u moet het geld reserveren. Compleet. Dat hebben we ook gedaan en dat zult u terugzien in de jaarrekening 2016. Daar hebben we een post opgenomen, overgeschreven, over te schrijven naar 2017, waaruit we 2015-2016 betalen. We hadden in de begroting 2017 al 70.000 staan en we melden u nu dat wij 17.500 moeten bijramen. En dat zult u straks zien in de eerste BRAP. En als je dat doet, dan betekent dat automatisch dat je hem in 2018 gewoon in de begroting opneemt. En dan zult u hem gewoon voor 87,5 in de begroting zien. En daarmee is die structureel geregeld. Maar dat hadden we, ik zat net even terug te lezen, dat hadden we wel even wat uitvoeriger kunnen opschrijven. Technisch klopt die, maar met mijn toelichting is die duidelijk. Dank u wel. Ik kijk even rond. Is er behoefte aan een tweede termijn? Nee? Kan dit stuk gaat naar de volgende raadsvergadering als bespreekstuk of als hamerstuk? Hamerstuk, wat ons betreft. Hamerstuk, oké, heel goed. Als hamerstuk naar de raadsvergadering van 18 april. Dan zijn we bij punt 6, geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg. Wie wil daarover het woord voeren? Mevrouw Luiten, meneer Kloekhorst, meneer Gelling, meneer Stelpstra en meneer Nijhoff. Meneer Nijhoff, ik begin bij u. Oké. Het gaat over de wijziging van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Er wordt in het stuk gemeld dat de wereld rondom inkoop en aanbesteding in beweging is, gedreven door zowel externe factoren, dan geven ze aan regelgeving, marktontwikkeling en jurisprudentie, maar ook door interne factoren. En er wordt genoemd verder professionalisering. Nou, daar gaan mijn vragen over. Hoe is dat nu? Waar moet het naartoe en wat is daarvoor nodig? Dat zijn de vragen. Dat was kort maar krachtig, dank u wel. Meneer Kloekhorst. Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, ik heb eigenlijk ook maar twee vragen. En dat is, het eerste is van, kunnen we met aanname van dit model de klachten die altijd komen van de accountants bij de jaarrekening voorkomen wat betreft de Europese subsidie? Dan heb ik nog een vraag over artikel 2.6. Kan daarmee voorkomen worden dat bedrijven die via een Europese aanbesteding 3 jaar het werk gedaan hebben, na die 3 jaar de conclusie wordt getrokken van, nou, dit was niet wat we dachten. Die komen dus niet meer in aanmerking. Maar tijdens de nieuwe aanbestedingen komen precies dezelfde mensen onder een andere naam weer tevoorschijn en gaan alsnog met de buit strijken. Dat waren mijn vragen. Dank u wel. Mevrouw Luiten. Ook wij hebben maar één simpele vraag en dat gaat met name over de duurzaamheid en de sociale aspecten van de aanbesteding. Er staat op een aantal plekken in het stuk dat er getracht zal worden om daar criteria over op te stellen. Nou, dat vonden we een beetje zuinig. We zouden heel graag zien dat daar zou staan dat duurzame en sociale criteria bij alle aanbestedingen zullen worden opgesteld. Dank u wel. Meneer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. In aanvulling op meneer Kloekhorst, die het even had over de thans opgenomen verplichting tot Europees aanbesteden. Nou, die was er altijd wel, maar staat nu weer specifiek opgenomen. Dus laat ik de vraag, ik sluit me daar bij aan, maar even iets explicieter stellen. Nu de verplichting wederom staat opgenomen, gaat u zich er ook aan houden, opdat we eens een keer een accountantsverklaring zouden krijgen zonder beperkingen? Dank u wel. Meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter.
op het eerste oog een technische aanpassing van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Maar er zitten nog wel wat dingetjes in. Ik heb al een aantal vragen technisch kunnen afstemmen. Maar ons punt zit met name ook op de SROI's, Social Return on Investments. Het wordt nu niet tenzij, en onze fractie ziet liever wel tenzij. Er wordt in het stuk gezegd van nou, wordt situationeel bepaald. Wij kunnen het inderdaad voorstellen dat het niet bij iedere aanbesteding past. Maar wij vinden dat dit wel als uitgangspunt bij iedere aanbesteding zou moeten nemen. En daarvan kan afwijken als het niet mogelijk is. Anderzijds denken wij er ook over. En dat is naar aanleiding van de rekenkamerrapportage in 2012. Daarin wordt het advies gegeven aan de Raad om kaders op te stellen voor het gemeentelijk inkoopbeleid. Voor door streefwaarden en meetbare doelen te bepalen voor duurzaam en lokaal inkopen en social return on investment. Nou, als je dat een beetje op je laat inwerken, dan, tenminste zo heb ik het geïnterpreteerd. Het dubbele is dat ik ook toen in de rekenkamer zat. Maar dat je dat kan zien als van, hey, je hebt bepaalde soorten werken. En daar zou je verschillende uitgangspunten of percentages kunnen hanteren voor sociale doelen. Nou, wij vinden dat wel een aardige gedachte en willen dan het college ook oproepen om daar eens over na te gaan denken. CQ een voorstel te maken om te kijken hoe je verschillende SROI's op verschillende soorten inkopen kan gebruiken. En daarbij altijd de vrijheid moet hebben om daarvan af te wijken. Want we snappen dat de wereld in beweging is. En dat je niet kan zeggen, we zetten dat als harde voorwaarden neer. Maar wel dat je zegt van, hey, dit zijn een aantal kaders die de Raad heeft meegegeven. We krijgen nu ook heel mooi jaarlijks een jaarverslag. En dan kunnen we kijken van, hey, in hoeverre zijn die kaders gerealiseerd. En dan zou het prima zo kunnen zijn van, nou, wij vinden dat op bepaalde soorten werken 5% in totaliteit moet gehaald worden. En op het ene werk kan je wat meer halen, op het andere werk wat minder. Maar ja, dat soort kaders zitten we aan te denken. En het zou mooi zijn als het college dat zou willen oppakken. Dat wij over een halfjaartje daar een voorstel voor zien. Ik ben ook wel even benieuwd hoe mijn collega raadsleden er tegenaan kijken. Dan nog een persoonlijk puntje. En dat gaat over het enkelvoudig aanbesteden. Ja, meneer Bak, ook een persoonlijk puntje kan soms. Daarin wordt geschreven dat je tot 50.000 of 100.000 of 150.000 één offerte hoeft op te vragen. Het wordt wel aanbevolen om meerdere offertes op te vragen. Nou, wat mij betreft is het altijd verstandig om meerdere offertes op te vragen, indien mogelijk. Dank u wel. Dank u wel. Dan hebben we de vragen gehad. Dan geef ik het woord aan portefeuillehouder Prinsen. En dan wil ik daarna nog wel even dat rondje raad doen op de vraag van meneer Stelpstra over kaders voor besteding of percentages SROI op bepaalde werken. Voorzitter, ik noem het maar even interne kant van inkoop en aanbesteden. Daar werden door de CDA-fractie werden daar vragen over gesteld. Hoe kort, hoe is het nu, waar naartoe en wat heb je daarvoor nodig? We komen uit het verleden waar er vaak afdelingsgewijs gewoon werd ingekocht. De afdeling was redelijk autonoom in inkopen en aanbesteding. En waar we naartoe gaan, en daar zijn we mooi eind naar op weg, is, ik noem het maar even, een centraal geleide inkoop. Ja? Centraal inkopen en gaat het over leveringen, decentraal bestellen, zeggen we vaak. Daar maken we flinke stappen in. De meeste inkoop- of aanbestedingstrajecten die lopen af via inkoop of worden vanuit een inkoop met een advies voorzien. Maar goed, dat is nog best wel een klus, want er wordt nogal het nodige ingekocht. U heeft ook wat getallen gezien, waarbij je toch een ruim 20 miljoen redelijk beïnvloedbaar is. Hè? Zo staat dat ook in de stukken. Maar daar zijn wij. En wat is daarvoor nodig? Nou, dat is ook tussen de oren bij medewerkers krijgen dat dit het proces is zoals het dient te gaan en zoals het moet gaan. Wat het wel eens lastig maakt, zeg ik ook maar heel eerlijk, als je, nou, we hebben vanavond een voorbeeld gehad waarin u vraagt
om heel snel een alternatief te bedenken voor. Als we dat in een aanbestedingsprocedure gaan gooien, dan weten we één ding zeker. Hebben we voor de zomervakantie hebben we geen alternatieven. Want dat gaat gewoon ongelooflijk lang duren. Dus je moet dan al kijken, zit het bedrag beneden een bepaald niveau? Stel nu dat we besluiten, het zit beneden het niveau van 25.000 of 50.000. Stel dat u dan met de uitkomst niet tevreden bent, zegt we willen daar nog wat aanvulling op hebben. Dan is dat een vervolgopdracht. Ja, en dan schiet je boven bepaalde grenzen en dan zegt de accountant, ja, oftewel dit vingertje. Dus ja, dit is ook een mooie casus waar we in het dagelijkse werk wel eens tegenaan lopen. Een grote constructieberekening die we er zelf niet meer bij kunnen doen, die besteed je uit. Ja, er komt nog een volgopdracht bij en schiet net door een grens heen. Dus het vraagt ook nog wel wat discipline, maar zo af en toe, en daar hebben wij een soort hardheidsclausule voor, zijn er omstandigheden dat we gebruik willen maken van de hardheidsclausule, om ook uw vragen of onze eigen vragen, of vragen vanuit de samenleving, snel en adequaat te kunnen beantwoorden. Dus als je niet oppast, komt er ook weer een hele hoop bureaucratie bij. Hè? Meneer wethouder, meneer Gelling heeft nog een vraag. En mevrouw de voorzitter, bureaucratie is natuurlijk het laatste wat wij zouden willen, maar, en we hebben deze discussie vaker gehad, hè, en alle begrip voor snelheid van handelen, maar, en ik ga het heel voorzichtig formuleren, het zou tot gevolg kunnen hebben als u een intieme band opbouwt met een bepaald adviesbureau die doorgaans heel snel kunnen werken. Waarbij ik geen oordeel heb over adviesbureaus die heel snel kunnen werken, hoe het dan met een ordeportefeuille zit. En waarom, maar dat is een vraag die mag u zelf invullen. Maar het zou zo kunnen zijn dat u daarmee de suggestie zou kunnen wekken dat dat soort van adviesbureaus wel heel na aan uw rok zitten. En dan nog wel eens het woord zouden kunnen spreken van degene die de rekeningen betaalt. Nou is dat niet helemaal het goede gezegde, maar u begrijpt wat ik bedoel. En om die, en dat is ook tevens de reden dat u elke keer die beperking krijgt, hè, want daar is die Europese aanbesteding voor, om die suggestie te vermijden. En we blijven een beetje in diezelfde discussie hangen op deze manier, want u geeft telkens dezelfde antwoord op telkens dezelfde vragen. Voorzitter, ik vind de reactie van de heer Gelling vind ik een hele mooie reactie. Maar misschien was de reactie overbodig geweest als ik mijn verhaal had kunnen maken. Want... Nou, voorzitter, dat wil ik dan graag afwachten, of dat zo is. Ja. Nee, maar... Ik vind het ook wel heel plezierig dat er zo meegedacht wordt. Om dit soort zaken te ondervangen, proberen we zoveel mogelijk, zeg maar, mantelcontracten. Dus dan doe je een aanbesteding zonder dat je een klus hebt, zeg maar. Dan sluit je mantelcontracten op basis van een aanbesteding. En dan kun je wat sneller schakelen. En dat doen we steeds meer en we hebben er ook al heel veel. Ja, als je bijvoorbeeld voor ruimtelijke plannen hebben we meerdere bureaus geselecteerd en uiteindelijk zijn daar hebben we gevraagd een bieding te doen. Uiteindelijk hebben we er een paar geselecteerd waar we heel snel dit soort klussen. Maar om nu het hele spectrum dicht te hebben, dat is wel heel lastig. Ja? Dat moet ik ook aangeven. Dus, maar we gaan daar steeds verder in. Voor personeelsdiensten, voor ruimtelijke plannen, nou zo hebben we er al een hele serie. Ja? En dan voldoen we, en dat stemmen we ook goed af met degene die ons controleren. En dan hebben we denk ik al een hele hoop ondervangen. Voorzitter, mag ik daar een korte reactie op? Want mijn gemoedstoestand wordt er absoluut niet beter op gezien het vervolg wat de wethouder geeft. Die van de accountant wel. Ja, ongetwijfeld. Maar dat gaan we zien bij de accountsverklaring. Zou het mooi zijn als het de eerste wordt in mijn 4 jaar die de beperking eraan verhaalt. Want is het niet zo dat juist door een mantelcontract te sluiten, dus juist door veel opdrachten aan één partij te geven, waarmee de afhankelijkheid... nou in mijn beleving niet minder groot wordt, dat daarmee wel wordt gedaan aan de Europese aanbestedingsvoorwaarden? Daar voldoen we dan aan. Ja. Kijk, wacht even af, want daar kan het dan vinden. Ik ben gefeliciteerd. Anders als ja, maar mooie, eventjes mooie weer terug naar hoe zit het met de goedkeurende verklaring over 2016. Ik heb ook vorig jaar aangegeven bij de behandeling van de rekening, dat ik gezegd heb, er zijn nog heel veel zaken die al vanuit 2012 enzovoort lopen, die langzaam maar zeker aan een eind komen. En ik kan me nog herinneren dat de raad gezegd heeft van, nou, wij willen toch graag over het jaar 2017, en goed, kunnen we het liefst over 2016, en daar hebben we ook ons uiterste best voor gedaan, maar daar ken ik de uitkomst nog niet van. Nee, ja? Klopt, het was inderdaad, ja? 2017 hebben we als, ja, doelstelling precies neergelegd. Nou, laten we daar verder maar niet op anticiperen. Even kijken, ja. De SROI, duurzaamheid. Wat je ziet, de samenleving is vaak al veel sneller dan de overheid met zijn regels komt.
Ja? Als u uit onze stukken heeft geïnterpreteerd dat het een beetje nee is, hè? Het is echt zo bedoeld als het moet elke keer onderwerp zijn van gesprek, het moet elke keer de aandacht hebben, maar bijvoorbeeld leveringen zijn heel lastig om daar allerlei voorwaarden aan te vertrekken. Als het gaat over leveringen met transport kun je over duurzaam vervoer en dat soort dingen wel spreken. Je ziet ook dat in de wet en regelgeving SROI geen onderdeel meer mag uitmaken van de gunning. Ja, dat is al voor een deel zo geregeld. En er is nog een aanpassing geweest. Het SROI-deel, dat moet te maken hebben met het werk. Om een voorbeeld te noemen, stel je hebt een aannemer die het voor je bouwt. En je wil dat die 5% of 10% invult met SROI. Dan was het in het verleden wel eens zo dat die aantoonbaar enkele mensen inhuurde op een klus waar dat makkelijker inpasbaar was. Bijvoorbeeld werkplaats opruimen af. Nou, vul maar in. Dat mag je ook niet meer eisen, vragen. Het moet wel met de klus te maken hebben. Maar onze insteek is onomstotelijk dat we elke keer daar waar de mogelijkheden er zijn, wij bezig gaan met duurzaamheid en SROI. En misschien moeten we dat nog wat scherper in de tekst zetten. Ja, het moet het uitgangspunt zijn bij elke aanbesteding en bij leveringen daar waar mogelijk. Om nu situationeel SROI toe te passen lijkt mij een hele goede gedachte. Ja, en misschien kunnen we eens met even intern is gewoon wat aanbestedingen van de afgelopen tijd de revue laten passeren. Om te kijken van nou, hoe hebben we dat daar gedaan? Is dat goed gelopen? Of waarom is dat juist niet goed gelopen? En welke soorten aanbestedingen lenen zich het beste voor het optimaal inzetten van het instrument SROI? Dus ik wil uw raad toezeggen dat we dit jaar, het is al bijna zomerreces, dus dat zal zeker na het zomerreces worden, dat we daar met een voorstel komen, een discussiestuk, ja, om u mee te nemen in hoe wij het zien. En als u daarin andere mogelijkheden ziet, dan hoor ik dat wel. Op de vraag van de heer Stelstra was dat, mevrouw de voorzitter. Ja, kleiner dan 50.000 één offerte, dat is op advies van uw raad gebeurd de vorige keer. Ja? Uw raad heeft aan ons meegegeven kleiner dan 50.000 één offerte. Vaak doen we er al meer. Ja? Dat is ook vaak wel wat er vanuit de afdelingen, maar ook vanuit de inkoop wel komt. En je hebt wel eens exceptionele gevallen dat je met de één offerte doet, maar ja, dat heeft u onszelf meegegeven. En daar zou ik me dan ook wel aan willen houden. Nog eventjes, hoe gaat het nu hè, met de Europese aanbesteding? Houdt u zich aan de regelgeving? Alle aanbestedingen die nu worden uitgevoerd, die komen wat dat betreft bij ons onder een behoorlijk vergrootglas. Ik heb net al iets, een tipje van de sluier opgelicht. En nogmaals, alles wordt in het werk gesteld om de verbeteringen die wij beloofd hebben, om die uitgevoerd te krijgen. En bij de rekening zullen we zien wat het oordeel is van de accountant daarover. Maar goed, 2017, dat is nu dit jaar, dus dit jaar zal het zeker goed moeten. En daar doen we ons uiterste best voor. Volgens mij, voorzitter, heb ik de vragen beantwoord. Ik kijk even rond, meneer Kloekhorst vindt van niet, geloof ik. Ik heb nog de vraag of artikel 2.6 voorkomen kan dat een partij die Europese aanbesteding heeft gewonnen, na 3 jaar bijvoorbeeld, is gebleken, ze doen hun werk niet goed, maar die komen terug onder een andere naam. Nou, dat lijkt me heel lastig, want je sluit in de regel sluit je een deal met een organisatie of met een bedrijf. En als zo'n bedrijf ophoudt te bestaan en de mensen gaan onder een andere naam, onder een nieuw bedrijf verder, dan lijkt me dat wel heel lastig om dat uit te sluiten. Ja, ik zal daar nog even een navraag naar doen. En mocht dat een andere opvatting geven bij ons intern, dan zal ik het in het verslag laten opnemen. Maar het lijkt mij heel lastig om dat zomaar te ondervangen. Dank u wel. Dan wil ik even kort dat rondje doen waar meneer Stelpstra om vroeg. Wilt u voor de raadsleden nog even herhalen wat uw vraag was, meneer Stelpstra? Dat wil ik wel, maar de portefeuillehouder heeft al toegezegd met een nota te komen. Dus ik denk als mijn collega's daar bezwaar tegen hebben, dan is daar nu de tijd voor. En anders gaan we lekker zo ver. Ja, eens. Ja, dan laten we het zo. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik schat ook in van niet. Kan dit als bespreekstuk of als hamerstuk naar de raadsvergadering op 18 april?
Wat mij betreft als een hamerstuk. Ja, hamerstuk. Dan zijn we bij punt 7, notitie over ecologisch bermbeheer. Wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw Luiten. Inderdaad, geen verrassing. Nog andere, meneer Mulder. Meneer Van den Berg en mevrouw Kelder. Mevrouw Kelder, u mag beginnen. Dank u wel, voorzitter. Deze notitie, daar moeten we kennis van nemen, wordt gevraagd aan de raad. Goed. Tijdens het lezen van deze notitie bekroop ons wel even het gevoel, hebben we dit niet eerder gelezen? Misschien hebben we het mis, maar dan hoor ik dat graag. Het is eigenlijk een duurzaamheidsambitie die we hebben. We streven naar meer duurzaamheid. Dat is eigenlijk alleen maar goed. Maar u vraagt ook om een uitzetting van de begroting. En wanneer heeft zo'n beleid, als we dat in gaan zetten, wanneer is dat effectief? En blijft het ook zo en leg je het niet weer aan de kant, zodat we het geld eigenlijk over de balk gooien? Want dat is nou iets niet, wat niet duurzaam is. Dus mijn vraag is, hoe lang houdt u dit vol? Dank u wel. Meneer Mulder. Ja, dank u wel, voorzitter. De toegezegde notitie, naar aanleiding van de motie in 2015, geeft duidelijk, en wat ons betreft ook de kansen weer in het bermbeheer. De ecologische bermbeheer is voor de fractie van de ChristenUnie best wel belangrijk. De biodiversiteit die daarmee wordt aangewakkerd, wordt in de natuur en de bermen. En wij zien daar weer veel kansen voor insecten die er nu niet meer zijn. De natuurlijke vijanden, onder andere voor de eikenprocesjerups, zo staat ook in de notitie verwoord, die kunnen weer mooi aangejaagd worden hierdoor. Wat ons een beetje tegenstaat is dat in de ambitie dat daar staat te lezen dat deze gemeente gaat voor een extra klepelmaaier in plaats van een cyclomaaier. Die klepelmaaier, wat ons betreft, die wordt in het stuk aangegeven dat dat niet de beste methode is. Maaien, afvoeren en verwerken, dat schijnt de beste methode. Dus wij vragen ons af, waarom is in de notitie, er is wel een bedrag genoemd van 10.000 euro om die bij de kaderstelling vast te stellen ten behoeve van de uitbreiding. Maar wat ons een beetje bevreemd is, dat het college de raad niet aanreikt van hey, wat zijn de meerkosten als wij overgaan in plaats van een cyclomaaier, of in plaats van een klepelmaaier overgaan naar een cyclomaaier. Want dat is de meest duurzame methode in onze beleving. En daar zouden we graag de wethouder wel even over willen horen waarom die financiële middelen niet zichtbaar gemaakt zijn. Dat zou wel. Dank u wel, mevrouw Luiten. Nou, zou ik bijna zeggen. Ik heb hier 2,5 jaar op moeten wachten, dus u begrijpt, ik heb een inbreng van 36 pagina's. Ik ben bereid... Voorzitter, dan ga ik alvast. Gezien de grote belangstelling zal ik het halveren. Maar u begrijpt mijn grote opwinding toen ik dat op de agenda zag staan. En ik dacht, nou, ik ga nu ontzettend mooie, positieve dag tegemoet. En de wereld wordt beter en dat begint hier in Hartberg. En laat me raden, dat viel tegen. Helaas, helaas. Ja, het spijt me zeer om dat te moeten toegeven, maar ik was toch een beetje teleurgesteld toen ik hem had uitgelezen. Want het is toch wel heel weinig ambitie. Ik begrijp dat er niet enorm veel gevoel bij dit onderwerp zit, kennelijk. Maar het begon zo mooi met het opsommen van alle voordelen van ecologisch bermbeheer, biodiversiteit en de beleving voor toeristen en inwoners. Ik wist het niet, maar zelfs de verkeersveiligheid wordt er beter van. Nou, ik zou zeggen, laten we morgen meteen beginnen. Maar als ik dan uiteindelijk de kaartjes zie die dan bij het stuk zitten, dan blijkt het kaartje van wat we nu doen en het kaartje van wat we dan straks gaan doen in 2018 precies hetzelfde te zijn. En daar word ik dan toch een beetje treurig van. En voor een gemeente die gewoon doen in het zo hoog in het vaandel heeft, zou het toch ook leuk zijn als we dan ook daadwerkelijk iets gaan doen. Wat ik ook jammer vind is dat er toch substantieel blijft
worden geklepeld. Voor de niet-ingewijden, dat is niet zo goed voor de biodiversiteit. Dat zegt de nota zelf ook. We gaan wel iets meer toename in het maaizuigbeleid. Ook daar weer voor de niet-ingewijden. Dat is iets minder slecht dan klepelen, maar nog steeds niet al te best. De nadelen worden gelukkig in de nota zelf ook uiteengezet. Dus als u zich afvraagt waarom dat dan zo slecht is, lees dan de nota. Maar goed, kortom, u begrijpt, mijn enthousiasme werd steeds minder. En mijn teleurstelling steeds groter. Dus wij overwegen dan dus ook een motie waarin we zullen zeggen dat de ambities op dit terrein toch substantieel te moeten worden vergroot. En dat we het nog veel meer gaan doen met het maai-opruimbeleid. En tot slot, ik heb dat heel snel gedaan, al die pagina's, nog het volgende. Want we vinden eigenlijk ook dat in deze nota wel heel wat kansen blijven laten liggen. En dat vinden we vooral heel zalm. Want er zijn veel meer mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten. Zoals in de nota ook al heel kort in een bijzinnetje wordt genoemd. Wat is er mis mee? Wat zou het leuk zijn als we de boeren in deze gemeente ook zouden kunnen stimuleren om zelf positief akkerrandbeheer toe te passen? Er zijn boeren die dat al doen en die worden er volgens de interviews en grote gelukkige stralende foto's worden ze eigenlijk vooral gelukkig van de akkerrand, nog veel minder dan wat er op de akker staat. En ik citeer hier letterlijk een boer. Dus laten we onze boeren dit geluk toch niet ontzeggen. Een ander ding waar je aan zou kunnen denken is, we verpachten als gemeente zelf nogal wat grond voor agrarische doeleinden. Laten we zeggen, als voorwaarde doet u daar ook een beetje positief akkerrandbeheer en in ieder geval geen dingen die slecht zijn voor de biodiversiteit. Ik dacht aan alle braakliggende industrieterreinen. Ik begrijp dat ze niet meer zo heel lang braak kunnen liggen omdat de crisis over is. Maar toch, je kan daar ook nog wel wat goede mengsels in zaaien, zolang het nog niet concreet aan het bouwen slaat. En er zijn veel particulieren en projectontwikkelaars waarmee je als gemeente toch ook eens zou kunnen praten. En ik denk dan aan een manifest, of je hebt tegenwoordig allemaal fantastische convenanten, dat zij ook wat ecologische dingen zullen aanleggen en ook wat ecologisch zullen beheren. Kortom, we zouden het nogal waarderen als het college zich van een iets enthousiastere kant zou laten zien op dit terrein en ons blij zou verrassen, maar dit keer dan echt tot ook aan het eind van het stuk, met een heel inspirerend voorstel over een echt ambitieus, maar dan ook integraal beleid om de biodiversiteit in Hardenberg te stimuleren. Daar wou ik het bij laten voor de eerste termijn. Voorzitter, mag ik mevrouw Luiten een vraag ter verduidelijking stellen? Ja. Mevrouw Luiten, u zegt, ik zou graag wellicht een motie indienen om substantieel de ambitie te verhogen. Wat is bij u substantieel? Dat gaat wat ons betreft om twee zaken. Het percentage van 35% van de bermen in ieder geval ecologischer te beheren, wat genoemd wordt. Dat mag wat ons betreft wel omhoog. Maar vooral, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, de manier waarop. Het grootste deel van de bermen blijft gewoon te worden geklepeld. Daar is helemaal niets ecologisch aan. Dus wat ons betreft zal een groter deel van de bermen met maaizuigen, maar juist met maaien en ruimen. En daar is een financiële onderbouwing bij van uw zijde? Daar zal vast iets, daar zal wel wat meer kosten. Dat zou me niet verbazen. Maar wat er precies zou kosten, dat staat niet in dit stuk. Bovendien, de aanschaf van een nieuwe maaizuigcombinatie, heb ik begrepen, is duurder dan de aanschaf van een cyclomaaier. Kijk ik even naar meneer Mulder of ik het. Dan heb ik nog een aanvullende vraag nu. Want is dat een korte, meneer Bak? Ik zal het heel kort houden, mevrouw het voorzitter. Dat gaat over, u noemde terreinen die in beheer van de gemeente zijn. Hoe ziet u dat economisch dan voor zich? Voor zover ik begrijp is landbouwgrond gevraagd. En bouwgrond en andere gronden ook. Dus dat betekent als er meerdere mensen geïnteresseerd zouden zijn in het pachten van landbouwgrond van de gemeente, dan zou je kunnen zeggen, dat kunt u van mij huren. Maar dan verwachten we wel dat u rondom een positieve of een ecologische akkerrand aanlegt. En dan gaat de pachtprijs naar beneden, begrijp ik. Als er meerdere mensen dat geïnteresseerd zijn in zo'n stuk grond, zou je kunnen zeggen, als u het niet wil, dan zijn er waarschijnlijk wel die dat wel ervoor over hebben. Dank u wel. Meneer Van den Berg, ik hoop dat er nog gras voor uw voeten weg te maaien is nu. Ik hoop me echt maar maaien en zuigen. Okay.
Voorzitter, er is nog één vraag over. En het stuk neemt voor dat het ecologische bermbeheer zal plaatsvinden bij kanalen en grote wegen. En onze vraag is eigenlijk, is daar de meeste winst te behalen? Dank u wel. Dat was kort maar krachtig. Ik geef het woord aan de portefeuillehouder. Om met die laatste vraag te beginnen, dat doen we bij kanalen en grote wegen. Volgens mij staat dat er zo niet in. Er staat op het eind een lijstje bij van prioriteiten, een stuk of zes, waar het het beste zou kunnen en het meeste rendement zou hebben. En dat wij daarnaar kijken en dan bijvoorbeeld kijken naar zandige bodems, we kijken naar waar fietspaden zijn, recreatieve routes enzovoort. En we wilden daar ook nog met de plaatselijke belangen en LTO enzovoort over hebben. Dus we moeten het nog even preciseren. Maar het verhaal, we doen dat alleen maar bij de kanalen, is dat zou best kunnen. En zou misschien ook wel eens heel mooi zijn en heel goed zijn. We hebben wel ergens gezegd van, daar waar je een beetje volume hebt, daar helpt het meest. Als je een hele smalle berm hebt waar ook nog 26 inritten op zitten en allemaal kleine stukjes, dan is dat minder handig. Dus in die zin zou ik hem snappen. Even om misverstand te voorkomen. Dit is inderdaad niet de integrale nota over alle mogelijkheden binnen de hele gemeente. Dit gaat even over waar we direct over gaan. Over zeg maar 460, 470 kilometer aan bermen. Waarvan wij een derde ecologisch willen gaan beheren of ietsje meer zelfs nog. Dus dan heb je het, nou als je tegen de vijf, zeg maar in ieder geval over een 150, 160 kilometer. Dat is nogal wat. Dat is veel meer dan nu. Nu zitten we ongeveer op 20. En een deel maaien we en ruimen we. En een deel zullen we moeten maaizuigen. Wij hebben ook inderdaad wel gekeken van kunnen we niet nog direct een veel grotere slag maken. Maar dan lopen we tegen ons materieel aan. Dan moet je dus materieel eruit gooien. Moet je andere materieel halen. En dan ga je. En dat heeft dus ook te maken hoe meer je maait. Meerdere maaigangen. Meer uren. Dan loop je direct tegen veel hogere prijzen aan. Die 35% kunnen we met de kleine toename van 10.000 euro voor meer stortkosten enzovoort. Kunnen wij met de huidige middelen zeg maar doen. Als wij heel specifiek een slag verder willen gaan, zeggen we nou we willen naar 70%, dan zullen we echt ons materieel vrij fors moeten aanpassen. En dan zit je dus direct aan een veel hogere prijs en zit je ook aan veel meer uren. En dan zullen we ook even met binnen de BOH met ommen moeten gaan overleggen van willen die het op dezelfde manier doen, willen die het niet op dezelfde manier doen, dan kun je materiaal niet meer uitwisselen enzovoort. En dan moet je, en dan kom je bij het verhaal van basistaken plus taken, dan moeten we hem alleen voor onze kap nemen. Dus dat kan allemaal wel, maar dan moet je een veel forser prijskaartje er neerleggen. Mevrouw Luiten? Als je dat voor je bermen wil doen. Als ik hier meteen een vraag over mag stellen. Is het dan wel verstandig om hele dure machines, en we praten over meer dan 2 ton, te kopen voor beleid waarvan we eigenlijk met z'n allen zeggen, nou ja, het is niet wat we willen, maar laten we dan nu ondertussen maar een machine van ruim 2 ton kopen. Bovendien, wat niet is meegenomen, is dat op het moment dat je aan het verschalen gaat, dan kan je op een gegeven moment ook veel minder vaak hoef je te maaien. Dus op termijn bespaar je ook nog kosten. Dus dat zijn 2 manieren waarop je het ja, heel duur kan bekijken, maar waar het in de praktijk misschien wel mee zal vallen. Nou, hier hebben we al een beetje geschiedenis gelopen. We hebben eerder al notitie gehad van, zou je niet ecologisch gaan beheren, want dat zal wel eens goedkoper kunnen zijn. Die hebben we uitgezocht en we hebben daar u ook nog een brief over geschreven. Dat gaat niet, het is gewoon per definitie duurder, omdat je gewoon meer maaigangen nodig hebt. En je moet er een aantal dingen voor doen, bermen verschralen en weet ik wat allemaal. Dat doen we wel, we maken werk met werk, want wat we in het verleden niet deden, als wij grootscheep met wegen bezig gaan, dan halen we die bermen al naar beneden en die vullen we niet gewoon met zwartzand aan. Dan zorgen we al voor schraalzand enzovoort. Dus we zijn daar echt al wel mee bezig. En op termijn zal dat er ook vast toe leiden dat we wel iets minder kunnen maaien en wel eens een keer kunnen overslaan enzovoort. Maar dat moet je niet denken dat het direct kan. Dit is ongeveer de grens wat we met niet al te veel extra geld erbij kunnen halen. En dan zijn we echt zeg maar een beetje tot het randje gegaan. Als je nu nog eentje verder gaat, dan zul je, of nou 2 ton moet kosten, maar dan zul je extra materiaal moeten aanschaffen. En dan, daar zitten een paar haken en ogen aan. Dat heb ik u net uitgelegd.
En dan zul je dus ook nog meer uren moeten gaan schrijven. En die moet ik wel betalen. En dan kun je zeggen, dat zal wel meevallen. Maar als je hem gewoon netjes, we weten wat het meter kost enzovoort. Als je de berekeningen erop loslaat, dan spijt me, maar je komt gewoon duurder uit. Ik begrijp wat u bedoelt. Alleen mevrouw Luijten, u schaft al nieuw materieel aan. U gaat volgend jaar een maaizuigmachine aanschaffen van ruim 2 ton. Wel, wat meneer Mulder en ik zeggen, van is dat nou wel verstandig? Kunt u dan niet beter een machine kopen die wel doet wat wij willen? Namelijk niet maaien en zuigen, want dat is helemaal niet zo'n goede ecologische methode. Ja, maar deze past binnen het geheel en hoeven we niet iets... deze kunnen we dus 100% gebruiken binnen het gehele gebied. En dan hoeven we dus geen extra kosten te maken. En als we verder gaan, dan moeten we iets niet meer gebruiken wat we nu wel gebruiken. En andere zaken aanschaffen. Meneer Mulder, die wil ik graag eerst het woord geven, daarna meneer Bak. Nou goed, de wethouder geeft aan van een veel groter areaal. Maar daar gaat het in principe nog niet over. Kijk, wat wij vinden van je moet de kansen benutten die er zijn. En op dit moment, als u zegt van we gaan in 2018 een nieuwe machine aanschaffen, dan is dat de overweging om toch nog eens een keer goed te kijken naar van wat kunnen we met deze machine bereiken. En dat zijn de momenten dat je je areaal ook zou kunnen uitbreiden. U gaat nu voor 35%. Op dat moment kunt u ook de afweging maken, ik ga naar 50% met een andere machine. Op dat moment ga ik naar 35%. 2018, zo staat hij erin. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ik volg de discussie al een tijdje, voorzitter. En ik denk dat dit ook een beetje het manko van een notitie is. En volgens mij zou het veel wijzer zijn om eens een stip op die horizon te zetten van waar willen we uiteindelijk uitkomen. Want dan krijg je meteen antwoord op eigenlijk de hele operationele discussie die we hier met elkaar hebben. Dus ik ga in dat geval ook wel met mevrouw Luijten mee. Als je nu een duidelijker stip op de horizon zet van waar willen we uitkomen. Dat geeft meer kader en geeft ook richting voor de besluiten die de komende periode genomen moeten worden. Dus dat zou volgens mij wel de uitdaging zijn om met elkaar te doen. Nou, dat kan. Er zit bij mij nog een ander achter. We hebben, die zit bij een van de bijlagen, al een beetje laten zien wat wij met grasvelden doen, wat wij met vijvers doen, wat wij met bossages doen. In onze kernen, dat we die al anders beheren. Dus die slag hebben we al een keer gemaakt. Twee, we zouden hier kunnen zeggen, we zouden eigenlijk wel 100% willen. Maar dan hangt er wel een ander prijskaartje aan. Nou, dat prijskaartje kan ik u best wel laten zien. Maar ik zeg heel eerlijk, er zat voor mij nog wel een andere aan. Want wij hebben nog niet zo lang geleden een begrotingsbespreking gehad. En voor het eerst schrijven we weer meerjarig wat zwarte cijfers. En u hebt nogal wat wensen neergelegd over lastenverlichting. En ik weet inmiddels, we hebben het over de vergunningen net al even gehad, dat er door de aantrekken van de economie en door de knarsen hier en daar in de organisatie ook een aantal wensen liggen. En u hebt mezelf wel gezien, ook op het reservelijstje, van daar moeten ook wel wat dingen komen. Dus ik zit ook een beetje te zoeken naar een evenwicht tussen een aantal dingen die eigenlijk in de begroting moeten straks en een aantal lastenverlichtingen die we er straks in willen hebben. En ik had nu niet de vrijmoedigheid om nu op dit moment vooruitlopend op die discussie te zeggen van nou, want ik heb wel een notitie gehad hoor, die net een slag verder ging, 10-15% verder, maar dan heb ik het toch zo over 60.000-70.000 euro. En dan denk ik van, ja deksel, die vrijmoedigheid heb ik niet, maar ik kan best zeggen van, haal het nog maar even terug en zeg, laat die stippen op de horizon maar zien en dan maken wij onze afweging wel. Dat vind ik prima. Meneer Bak? Kijk, meneer Bak, wil ik graag even het woord. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Goed om te horen, meneer Jansen, dat u die stip op de horizon wilt zetten. Ik denk alleen niet dat per definitie die stip op de horizon meer geld hoeft te kosten. Dat hangt ook even af op welke termijn je die stip zet. Hè? En als je daar wat ruimte in creëert om logische stappen te zetten, hoeft dat niet per direct duurder te zijn. Ja, misschien op de lange termijn dat je in totaal meer geld bij het kwijt bent. Maar het kan ook maar zo zijn dat het goedkoper gaat uitpakken omdat je het juiste moment de juiste beslissing neemt. Want we hebben nu maar een hele beperkte horizon waarbinnen je misschien verkeerde investeringsbeslissingen neemt. En dat is voornamelijk het punt wat ik wil maken. En als je het wat verder wegzet, dan is voor de totale periode misschien in eerste instantie oogt dat er meer geld nodig is, maar je bent efficiënter.
En ik denk dat met wat slimme oplossingen, ook een suggestie die mevrouw Luiten gedaan heeft, dat we een heel eind kunnen komen met elkaar. En is dat zeker het onderzoeken waard. Dus dat zou ik eigenlijk toch eens willen voorstellen om dat naar de onderzoekers te doen. Nou ja. Mevrouw Luiten, en dan kunt u aansluitend antwoorden. Ik begrijp, ik hoorde de wethouder hier zeggen dat hij eigenlijk in dit stuk alvast een voorschot heeft genomen op de afweging die naar mijn idee de raad zou moeten maken. Ja, ik weet dat er wensen liggen en ik weet dat er kosten aan zijn. En ik neem aan dat wij dat met z'n allen integraal op een gegeven moment die keuze zullen maken. En het is natuurlijk niet terecht om een nota te sturen waar u alvast een voorschot daarop neemt, maar waar ook niet de gegevens in staan op basis waarvan wij die afweging überhaupt kunnen maken. Anders dan het voorstel voor 10.000 euro per jaar met klepelen en zuigen. En dus zolang wij niet weten wat het kost, die hogere ambities, willen wij daarom blijven zuren. En natuurlijk willen wij dat weten voordat het kader er is. Dus wat dat betreft zou ik dan nog steeds willen weten wat het kost als we het meer gaan doen. Want wat ons betreft is dit niet automatisch ongeschikt aan allerlei economische overwegingen. Nou, want dan kunnen we elkaar vrij snel raken, hoor. Want het mogen bekend zijn dat hier in Wethorst staat die biodiversiteit hoog in het vaandel heeft, die daar graag een aantal dingen wil doen, die ook al met een aantal boeren bezig is om akkerlandenbeheer te doen. We geven daar al geld aan vanuit Groenblauwe Diensten. We hebben daar op dit moment een aantal experimenten lopen die we over een paar jaar gaan evalueren. Dat zou ook nog wel een missie op meer kunnen, maar ook daar zijn er patiënten voor nodig. We moeten eens even kijken welke kansen ook daar nog voordoen, maar die had ik hier even niet in gedaan. Kijk, er lag een motie van u om nog de eerste kwartaal in ieder geval rond ons wermbeheer iets te doen. En we wilden in ieder geval binnen de bestaande mogelijkheden, zonder nu direct naar hele hoge kosten te gaan, te laten zien wat wij daar naar ons idee nu als vrij snel maximaal kunnen doen. Maar ik vind het helemaal geen opdracht om, geen moeite, laat ik het zo zeggen, en helemaal geen beroerde opdracht om eens te kijken van als wij nou nog eens een paar stappen zouden gaan, waar kom je dan terecht, wat moet je dan ongeveer kosten en wat moet je daar dan ongeveer voor doen. Dat hoofdstuk is vrij snel geschreven. Voorzitter, volgens mij is even kijken naar het investeringsprogramma de komende jaren om daar je afweging te maken van wat kunnen we met materieel wat vrijvalt toch andere investeringen te doen om, nou ja, misschien wel naar die 50%, kijk 100%, dat snapt iedereen wel, dat is not done. Maar richting de 50% zou toch al een mooie bijdrage zijn om op deze manier ecologisch bermbeheer in te voeren. Ik denk dat het helemaal niet zo'n, of nou precies 20% of 35% is, om te zeggen van we zitten nu op 35%, om eens te kijken of je naar 50 kan of naar 60%. Kijk, niet elke berm is even geschikt, dat moet je ook niet helemaal willen. Maar het is helemaal niet moeilijk om die toe te voegen. Maar ik waarschuw u wel even, dan leg ik er echt een ander prijskaartje bij, want anders dan kan het gewoon niet. Maar als, dus bij deze toegezegd. Ik zag iets verschuiven, maar ik wist niet goed wat. Meneer Van den Berg. Voorzitter, dank u wel. Volgens ons is de motie zoals die is ingediend goed behandeld. En wat ons betreft is dat voldoende en is er meer geld voor nodig. Ja, dan willen we dat graag als fractie weer opnieuw beoordelen. Maar in eerste instantie is het op dit moment voor de CDA-fractie voldoende. Nee, maar als we nu zouden kunnen zeggen dat wij zonder tot hoge kosten te komen vrij goed de 20% kunnen oprekken tot 35. Die heb ik u nu laten zien. En ik laat nu ook nog eens even zien, als wij nog een paar stappen verder gaan, waar daartoe leidt. En dan kunt u in de raad wel bediscussiëren tegen de tijd dat de begroting is, waar u uw geld aan wilt uitgeven. Mevrouw Luiten. En ik... Mevrouw de voorzitter, ik ben heel blij met de toezegging van de wethouder dat hij ons die informatie zal geven. En ik hoorde hem ook zeggen, dat wil ik toch graag nog eventjes herhalen, dat dat hoofdstuk snel geschreven kan zijn. Dat komt mooi uit, want dan kunnen we dit bediscussiëren voordat u nieuwe maai-zuigcombinaties van tonnen gaat aanschaffen. En dan kunnen we voor de lange termijn meteen afspraken. Heel fijn. Nou, dat duurt mij eigenlijk nog te lang, want dat is niet staat voor 2018. En ik wou eigenlijk wel ruim voor de begroting deze discussie afgerond hebben, want anders dan ligt die weer tot de begroting 2019. Maar mevrouw de voorzitter, we zouden dit toch kunnen bij de kaderstelling toch mee kunnen nemen. Want om even door te kijken richting 50% ecologisch bermbeheer is volgens mij niet zoveel moeite.
met in de achtneming van hey, wat is het investeringsprogramma de komende jaren voor de buitenlandse. Maar mijn voorstel zou dan ook zijn om in ieder geval deze al te pakken. En dan het volgende hoofdstuk, misschien nog voor die tijd, als dat niet helemaal zo snel lukt, even wat later te pakken. Ik zie mevrouw Luiten met haar hoofd schudden. Maar dat betekent... Nee, mevrouw dus... Luiten, ik wil graag mevrouw Luiten eerst het woord geven, meneer Mulder, dan ga u gang. Volgens mij heb ik mij misschien dan heel duidelijk, onduidelijk uitgelaten, maar als ik u hoor zeggen, nou dan gaan we dus nu dit doen en dan gaan we daarna even kijken wat we daarna gaan doen. Nee, dat was nou juist niet mijn inzet. Onze inzet is heel duidelijk dat we niet dit gaan doen wat er in die nota staat. Want zoals ik al zei, daar worden we hooguit ietsje minder slecht van. Terwijl wij willen heel graag een nota waar we beter van worden. Dus wat dat betreft hoop ik nog steeds op dat snelle hoofdstuk waarin u voor ons die doorkijk met een hoger ambitieniveau laat zien. En daar de kosten bij geeft, zodat wij dat inderdaad bij kaderstellingen of andere logische plekken tegen elkaar kunnen afwegen. En als wij de enige blijken te zijn, nou dan zijn we de enige. Maar als we dat niet zijn, dan kan dat bij de kaderstelling heel mooi meegenomen worden. En nu zag ik meneer Mulder knikken waar mevrouw Luiten net schudde. Wilt u nog wat zeggen, meneer Mulder? Of is het hiermee gezegd? Nou ja, goed, wat mevrouw Luiten zei, daar kunnen wij ons wel in vinden. Dat is het goede moment. En niet nu al gaan investeren en denken van ja, dat zie ik dan wel. Nee, nu gelijk meenemen en alle kansen pakken die er zijn. Voorzitter? Dat kan. Nou, ik wou u eigenlijk eerst graag uit laten praten nu en dan, meneer Bak. Misschien moet ik even aanvullen. Dat kan de wethouder in één keer beantwoorden. Ik zou dan wel voorstander zijn om dan toch wat scenario's te hebben, zodat we ook echt iets te kiezen hebben. Ja, nee, want ook als je gaat zeggen, ik wil alleen maar cyclomaaien en dan laten liggen en dan halen en dan afhalen. En we gaan helemaal niet meer de maaizuig doen nergens. Het mag alleen maar gemaakt, dan wordt hij het wel duurder hoor. Dan kan ik hem niet voor 10.000 euro doen. Dan is ook 35% duurder dan 10.000 euro. Dat kan ik u nu alvast wel vertellen. Dus dan heb je er nog weer een scenario bij. Maar ook dat scenario kan ik laten zien. Dat is allemaal niet zo'n probleem. Dus ik ga even proberen redelijk snel nog een paar scenario's erbij te zetten. Maar deze hebben we in ieder geval hier laten zien, waarbij wij in de meerderheid gaan halen en op een aantal plekken zouden zuigen. Dat zou binnen het bestaande apparaat kunnen. Willen we wat andere dingen doen, dan zullen we ook ons apparaat moeten aanpassen. Dat komt nog een keer, het is allemaal mogelijk, maar komt een ander prijskaartje te liggen. En dan is het aan de raad om te zeggen, waar willen wij ons geld aan uitgeven? En zijn wij à la het CDA tevreden, maar als wij op deze manier tot 35% komen, of zeggen we bijvoorbeeld, we willen alleen met maaien naar 70%. En die laat ik mooi even bij u. Maar een wethouder die op zich biodiversiteit hoog in het vaandel heeft, maar wel graag binnen reële financiële kaders wil, want die zit ook op mijn nek, die probeert hier een nette middenweg te bevatten. Dan heb ik voor de goede orde nog een vraag aan de wethouder, want hoe snel gaat u met die scenario's komen? Want dat is van belang voor mijn vraag aan de raad. Ja. Ik ga dat even heel snel met mijn afdeling bespreken en dat hoort u. En ik kan niet helemaal garanderen dat wij dat binnen de week kunnen doen, zodat u hem over 14 dagen nog kunt bespreken. Maar als het half kan, gaan we het wel helemaal doen. Dank u wel. Dat betekent in ieder geval dat het als een bespreekstuk doorgaat naar de raad, maar het is nog niet zeker of het 18 april gaat zijn. Precies. Dan is dat duidelijk in elk geval. Dan zijn we bij punt 8, de rondvraag. Zijn er mensen die iets hebben voor de rondvraag? Oh. Ja, u heeft wel gelijk, mevrouw Luiten. Is er behoefte aan een tweede termijn? Nee. Dan ga ik wel door naar de rondvraag. Ook niet. Dan sluit ik de vergadering. Ik dank u hartelijk voor uw inbreng en aandacht.